Hey mensen, je kijkt naar Spooky 1611 en welkom bij een nieuwe livestream. Het is tijd voor een van de leukste games van dit jaar die uitkomen. Het is tijd voor Party Animals. Party Animals, natuurlijk de playtest, kreeg je meteen toegang voor als je al 4-5 dagen geleden had gekocht. Wij kregen toegang door de developers. Dankjewel developers voor de game. I appreciate it. Ik weet niet eens wie de developers zijn, maar dat wordt dan door een PR-bureau gestuurd en zo. Dus dankjewel voor een key. En daarmee konden we de playtest al spelen, maar zelfs al kocht je hem, dan kon je de playtest spelen. En dan telt je level en alles wat je al unlockte, telde al. We gaan van 8 levels gaan we nu naar 20 levels. Terwijl die 8 levels, daar had ik na... hoeveel heb ik gedaan de playtest? De playtest heb ik 24 uur gespeeld. Zelfs daar kreeg ik geen genoegen van. Dus dat is ook wel interesting. Dat we nu dan ineens... Je had 8 levels en in totaal 20. Dus daar komen nog 12 levels bij. Dat is meer dan de helft extra levels erbij. En dat is allemaal eerste impressie. Gewacht natuurlijk tot de stream voor de eerste impressie. En daar heb ik heel veel zin in vandaag om dat even te gaan doen. We hebben ook ergens... Ik hoop nog deze week met Robin Mortal Kombat 1... Ik kreeg daar ook een key van in mijn inbox, Mortal Kombat 1. Maar dat was iets wat Robin eigenlijk heeft aangevraagd. Want dat is meer haar ding dan mijn ding. En dat is haar jeugd ook. Dus mogelijk dat we dat ook nog gaan spelen. Maar dat komt dan meer van haar kant. Niet vandaag hoor, niet vandaag natuurlijk. Niet vandaag. Of het moet over Parsec, maar dat wordt allemaal heel skeer. Met de internet en de delay helemaal met een vechtspel. Volgens mij heb je dan best wel reactietijd nodig. En ik zie dat er ook Twitch drops zijn voor deze game. En holy moly. Holy moly. De game staat gewoon op dit moment derde op Twitch. Dat zegt niet zoveel. Behalve dat veel grote streamers ook Party Animals spelen. Maar Party Animals staat hier. En het heeft drops. Haha. Kan je verklappen, Mortal Kombat 1 heeft een ontiegelijk ijzersterke storyline. Heb ik al vaker gehoord inderdaad. Alleen ik heb wel gehoord dat er problemen zijn op de PC. Dus moet daar allemaal nog even naar gaan kijken hoe en wat. Wordt dan vaak gezegd, zet hem naar 60 hertz. Heb jij hem op PC gespeeld? En zo ja, was het een goeie. Combo's maken in vechtgames, ja. En dan met die delay over internet. Ik denk niet dat dat het slimste is om te gaan doen. Maar we gaan weer de physics game in. Ik hou van physics games. Qua voetbalgames zijn er eigenlijk geen physics games meer. Want die voetbal 2024 is wat meer de FIFA kant op gegaan. Wel nog iets meer op physics gebaseerd. Maar ik hou van physics simulaties die alsnog leuke controls heeft. Echt controls waar je gewoon u tegen zegt. Niet van die gekke controls, weet je wel. Zoals in Gang Beast is misschien te gek. Hier heb je toch wel echt dingetjes die je echt kan doen. Gewoon goede effecten. En ja, net zoals een sandbox, zoals Rocket League. Waar de bal vrij is, waar de physics worden gecalculeerd. In plaats van, hey, druk op die knop en dit gebeurt specifiek. Daar hou ik altijd zo van. Maar er is ook nog extra veel humor. Het is... het zijn onze grote vrienden weer. En nu kan ik meteen even kijken, wat is er anders hier in deze game? Ten eerste dat we blijkbaar bundels gaan krijgen van skins. Maar ja, dat is zo mooi aan dit soort type games. Die kan je snel ook weghalen. Hey, deze Hachi outfit is 900. Dan heb ik wel een Hachi skin. Ik wou altijd een Shiba Inu skin. Ik weet alleen niet wat anders is aan die skin vergeleken de ander. Moeten we even gaan kijken. Ik heb nog geen enkele Hachi skin. Oh wel. Oh, ik heb een blauwe kimono Hachi al. Ah, kijk deze. Deze Hachi is 900. Oh, gewoon de standaard Hachi is 900. Oh, die unlock je verder niet. Nou, wij hebben 33.000 hebben wij opgebouwd. Dus dat gaan we wel even doen. We unlocken die. Maar die blauwe kimono is wel cool. Dus sommige... Is deze dan ook? Nee, deze is gewoon unavailable op dit moment. Terwijl die uit Surprise Act komt. En die komt ook uit de Surprise Act... Duidelijk. Wait. Oh, ik wou net zeggen. Die is unavailable. Die surprise. Deze kan je unlocken met 6000. Damn. Tactical Lou unlocken we ook wel even. Dan hebben we in ieder geval al die beesten. Want die unlocken we met de brokken.
En deze die kunnen we sowieso... Deze twee zijn unavailable. En deze ook, denk ik. Dus fuck dat. Tuskar hebben we ook nog. Even kijken naar Tuskar. Deze komt uit de Surprise Act. Dan krijg je een gouden ei eruit. Holy shit. Die ook Surprise Act. Garfet. Ja, love dat. Garfet. Rich compared to dog staat erbij. Oh, deze kan je wel unlocken. De Hamlet Garfet. Ook voor 6000. Doen we ook wel even. Ik wil even zoveel mogelijk beesten wil ik unlocken. Maar ja, ik ben benieuwd, man, naar de andere minigames. Ik vond die minigames echt super cool en super leuk. Ook een beetje competitive. Beetje snappen hoe het met de physics gaat. Ook leuk als je eruit bent. Ik vind het ook een goed menu. Zit ook goed in elkaar. Als we even alles mogen reviewen. Gewoon het feit dat je jezelf kan muten. En wie jou kan horen bijvoorbeeld. Alleen je team die je kan horen in-game en dat soort dingen. Dat is super cool. De crossplay is natuurlijk ook heel vet. Hier zien we wie er allemaal online zijn die het spel spelen. Ook gewoon je hele ID kunnen zien. Jezelf op invisible kunnen zetten in de game. Omdat je natuurlijk ook cross-platform vrienden kan hebben. Vind ik ook heel chill. Natuurlijk, dit is gewoon allemaal for free. Dit is geen betaalde matchpass. Dus hoe meer XP je verdient, waar je best wel lang mee bezig bent. Maar hoe meer resources je krijgt. Dus dat is ook nog eens heel erg leuk. En ja, zo is dat altijd zo, hè. We hebben natuurlijk ook al een album vol met foto's. Vanaf 16 september. Dit was onze allereerste winfoto. Ik weet niet wie ik was daar, maar... Ik weet dat ik dat was daar, de roodkapje. Dit ben ik ook. Hier sprong ik van vreugde nadat ik had gewonnen. Dit ben ik ook. Hier sloeg ik iemand net, terwijl ik een kroontje over mijn hoofd heb. Daar ben ik ook weer. Roodkapje konijntje was wel even mijn beeld. Hier werd ik net ge-uppercut. Terwijl ik net goed op de foto stond door een andere konijn. Mijn eigen soort. Toen veranderde ik in deze albino gorilla met Barbie dingen. En deze haai die sloeg hem net. Terwijl ik daar gewoon netjes sta. Hier word ik gewoon opgepakt door een koe. Terwijl ik heb gewonnen en de koe niet. Hier sta ik gewoon lekker te chillen met mijn kat als vriend. En een koe ook echt zo grappig in de hoek. Hier ben ik deze Dark Force Star Wars kat. En toen kwam er een konijn op mij. Alsof die aan het baggen is. Dit is Robin. Dat ben ik. Robin en ik hadden ook gewonnen. En hier ben ik die skin weer. En ja, dit is wel een hele aparte foto. Hier is ook iemand. Maar die persoon die had een kater volgens mij. En 19 september heb ik hier mezelf een beetje verkeerd op de foto gezet. Maar nog net even donkere konijn erachter. Dat was Robin. Dit ben ik. En nu zitten we in de full game. En nu ben ik benieuwd wat er verder allemaal is. Twitch drops voor Party Animals zelfs. Ja, heb je ook gezien waar Party Animals op dit moment staat? Omdat het zo'n leuke game is en mensen spelen het ook massaal. Staat hij op dit moment op plek nummer 2. Van heel Twitch. Natuurlijk, XQC speelt het. Dat is al 38.000. Maar 281.000 kijkers kijken naar streamers die Party Animals spelen. Dat is ook een hele leuke game. Ik heb niks gezien. Ik ook nog niet van de game. Eerste impressies moeten nog allemaal gaan komen. MK1 heeft nog steeds en zal ook een 60 fps cap houden helaas. Voor de rest nul problemen gehad. Ja, ik lees constant over performance problemen. En dat de developers dan zeggen, dan moet je je monitor op 60 hertz maar gaan zetten. Dus ja. Robin wil meedoen. Daar is ze. Je hebt altijd 4 slots, zo te zien. Ook cool trouwens, dat je met z'n vieren kan. Maar we beginnen aan een match. Let's get into it. Ik ben benieuwd. Eerste impressies. Als je wil praten, Robin, dan kan je hem altijd bellen. Woyo! 2 kennen we al, maar Beast Football kennen we nog niet. Ik stem gewoon op de nieuwe, maar het is eentje die we kennen.
Dan heb ik eens geluk gehad, niet ervaren gelukkig. Wel makkelijk antwoord, niet gewend van de devs. Zijn goede devs. Ja, geloof ik ook wel hoor. Ik geloof ook wel dat het goede developers zijn. Bij Mortal Kombat. Het zag er überhaupt al uit als een heel mooi geheel. Ja, wij hebben een key gekregen voor die Legendary editie. Met ook al die karakters van die televisieseries en zo. Maar Robin gaat die wel even spelen. Oh, wie zou ik zijn? Ik ga Hachi zijn, denk ik. Ik denk dat ik even Hachi ga zijn. Is goed, doen we deze even zonder voice. Is ook allemaal prima. Ja, mooi dat ze dan zo'n reboot doen en dat ze dan alles AAA doen. What the heck, was dat Robin? In-game? Ik hoorde een rokershoesje. Ja, dat is Robin. Ah, kut. Ah! Oh god. Robin zegt, oh god. Oké, het doel van de Black Hole voor mensen die het nog niet hebben gezien. Een zwart gat ontstaat er. En elke keer dat hij ontstaat in één zo'n ronde wordt hij sterker. De eerste kan je nogal in de cirkel blijven. De tweede keer dan wordt hij zo sterk dat je wel echt aan iets vast moet houden. En je moet iedereen er vanaf jieten. En dat is het. En we hebben een aantal dingen in ons... Nee! Uh-oh. Au. Au, nee joh! Waarom op mij? Wow, joh. Bitch. Waarom op mij, hè? En je moet echt op momentum yeeten, zoals je daar ziet. Uh-oh. Ik hou vast. Jij weg. Ik heb genoeg stamina. Je hebt ook een stamina balkje linksboven. Dus je moet ook letten op wanneer je dingen gebruikt. Want... Oh! Want als je stamina... leeg is, dan kan je dus niet zo hard beamen. Dus het is ook geen button mashje per se. Maar het is wel een duimpie. Want wij hebben de eerste kroon. De eerste bij drie kroons. Bij drie kroontjes wint. Nou, het is ook een veel gestroomlijndere gameplay dan Gangbeast. Want het is echt een game nu. In plaats van gewoon Gangbeast van... Hey, kijk, dit zijn physics. Kijk hoe cool wij zijn. Weet je wel, dat soort dingen. Oh, dat deed hij goed. Hij gaat mij pakken. Ja, ik ben eruit. Robin is AFK at the moment. Is dit een rip-off van Gangbeast? Maar het heeft eigenlijk helemaal niks met Gangbeast te maken. En een rip-off is het al helemaal niet. Het heeft dit keer duidelijke dingen die je kan doen, zeg maar. En als je uit bent, dan kan je alsnog items gooien en helpen. Dus bijvoorbeeld Robin is nog in leven. Ik kan Robin helpen met, door een vis te gooien op iemand. Zo dikke jeet. Oh, ze zitten er allemaal vast. Of een bom gooien. Die muntjes die je aan de onderkant ziet, die vullen constant aan. Je kan switchen van viewpoint waar je wil gooien. En zo kan ik alsnog een toegevoegde waarde zijn. Oh. Robin heeft de lollipop. En daar gaat het zo meteen beginnen. Wat betreft het vasthouden weer. Ik gooi daar een bom in de hoop. Oh, hij heeft die bom vast. Boom, die is down. Die is down van geel. Maar iedereen is bijna down. Nee. Robin, blijf. We gaan weer winnen. En dan heb ik dus geholpen. Omdat ik die guy had geëxplodeerd, waardoor hij niet meer vast kon houden. En als je dan ook down gaat, verlies je ook stamina. Dus het heeft wel echt gameplay. Het is niet zo los, de physics, als je denkt. En het heeft dus ook nog eens een gameplay element dat je stamina hebt. Dus als mijn stamina niet vol is, die gaat heel snel vol. Oh. Items oppakken is beter en ook klimmen is een stuk beter. Dat klimmen, hoe je dat om en om moest doen bij Gangbeast en zo, was dan zo niet gameplay elementerish. Oh! Wojo. Hij wordt gek. Au! Nu moet ik me even... Oh! Hij heeft zichzelf. Is niet gameplay elementachtig, maar nu is dat klimmen wat geautomatiseerd. Knappere controls en zo. Niet een vis gooien.
ik ga hem gewoon pakken. En dan doen we gewoon zo. We pakken hem en dan moeten we hem yeeten. Maar ik yeet hem met verkeerde momentum. Want je hebt dus een knop om los te laten en om hem echt een setje te geven. Oei, yo. Oh shit. Oh shit, die bom, die gaat te... Oh, ik ben net op tijd. We gaan weer winnen. Dit was het potje. We hebben gewonnen. Wat een perfecte bom. Holy shit, die bom was perfect. 3-0. 3-0-0-0. Hier zie je het andere team. Oh, hier zie je hem niet meer. Die Bokito ging wild. Holy shit. Deze game die kan je volgens mij op bijna alle consoles spelen. Wij staan daar gewoon op een platform terwijl je helemaal naar de camera kan lopen. Die ga ik ook saven. 21 september. Eerste wedstrijd, eerste win. Ik finish de game even naar menu. Want Robin wil ook praten. Dat bedoel ik. Hola. Hola, hola, hola. Een aanrader om te halen? Ja. 100%. 100%. Dit zijn weer van die games, weet je wel, die dan heel nice passieprojecten zijn. Hallo? Wow, yo. Hallo, wil je nog even muten in-game? Anders ja. Echo je zo. Even op dat microfoontje drukken in het spel. Thank you! Of course. Vond je dat een leuke bom aan het einde? Was die van jou? Ja. Oh, hij ging net op tijd ver genoeg van mij weg. In dat rondje, zeg maar, van die black hole. Want anders was ik er ook aan. Maar je had iedereen daarmee te pakken. Wat een pro move van jou. Ja, en die van jou anders ook. Die ronde daarvoor. Ja, ik had jou geholpen en jij had mij geholpen. En zo helpen we elkaar. Ja. Insane. Je moet nog steeds je lolly uitschakelen doen. Ja, ik moet nog steeds één met lolly, maar ik heb nog 3 dagen, dus dat komt wel goed. Hé, hey, deze kennen we allemaal. Saai. Nou, ik vind het niet saai, maar ik wil wel die nieuwe ook uitproberen. Ja. Vind jij het wel saai? Nee, is niet saai. Ik had mezelf trouwens opgeofferd de laatste ronde. Ik liep samen met 2 anderen in mijn beide handen zo het gat in. Oh, terwijl die 2 gewoon aan jou zaten en niet los konden. Dat is echt grappig. Ja, ik denk dat je een grotere party moet hebben om sneller die teamgames te kunnen doen. Weet je wel? Ja, precies. Joey heeft hem gekocht. Ik denk dat je er geen spijt van gaat krijgen. Je moet als eerste door de tutorial. En dan als je dat een beetje probeert te begrijpen, is dat zo grappig. Echt waar. Je kan hem zelfs inladen op je Steam Deck, mocht je die nog gebruiken. Het is echt amazing. Robin heeft op de Steam Deck gespeeld, toch? Ja. Ik heb een nieuwe konijnenskin. Maar je mag hem... Oh, ik zou net zeggen, je mag hem niet zien, want ik ga dood. Maar ik ga nog niet dood. Ik ga wel dood. Wij zijn blauw. Ik zag je. Ja, ik ben dood. Je vloog heel goed door de camera. Ik heb nou een witte buik. Oef. Damn. Ah! Mijn stamina. Ik moet niet te veel bewegen. Want als ik nu dus een richting aangeef, dan alsnog... Wow! Die had een gek geluid. Wow! Kut, ik moet hem nog even vastpakken. Ik wil die pan. Even goed. Pivot. Ja, mooi dit. Oh, wat? Hoe had hij mij, die beer? Wow! Mooi, joh. Wie jij dat? Dat deed ik! Ik deed die beer! De hoe dan? Ik heb geen idee hoe die zo ver vloog. What the heck? Het was zo'n chique yeet. Ja, gewoon met mijn voeten. Holy moly. Ja, mijn vasthouden verlies ik wat stamina, maar ik had nog genoeg, gelukkig. Het is 1-1. Er is nog 1. Wolf tegen hond. Haha, dodged. Haha, dodged. En... Oh. Gooi een banaan op jou. Oh nee, ik gooi een... Auw! Oh, kut. Was jij dat? Ik was die 2e. Niet die mij raakt. Ik was,
Ik was niet de knockout vis. Nee, okay. Ik was die vis die net over jou heen ging. Je timde hem echt precies jouw vis. En toen werd ik geraakt door een vis. Huh? Oh, perfecte momentum, Yeet. Ik had die even kijk los moeten laten. Kijk hoe leuk ik ben. Je hebt een mooie witte element. Heel leuk, hè? Oh, lekker. Wow. Die oh. ging... Laat haar met rust. Ik hou aan deze vast. Ik hou nergens aan vast. Ja, die kat heb ik net. Ah, oh, die kat is weer tot leven. Waar zijn okay, de nunchucks? Zijn die weg? Ja, die lijken... Oh, god. Oh, sorry. Knuppel. Dat was die jij, heb ik nodig voor mijn daily of weekly goal. Is goed. Lekker! Moet ik hem pakken? Mijn controller! Oh, ik denk er waren reageer je niet meer. Mijn controller, oh, ik ben er. Oh nee, ik glij over een banaan. Oh kut, ik ben knock-out. Oh, warp. Maar net op tijd dit. Oh, toch niet. Oh shit, ik wist me niet vast te houden. Oh, ik weet me vast te houden aan de moes. Ik ben dood. Ik heb me vastgehouden aan de moes. Oh my god, winnen we door dit? Wat goed. Wat goed voor jou. Oh my god, dat bedoel ik. Ik hou van freedom games. Je kan op allerlei manieren. Oh damn. Boe. Oh shit. Oh nee, toch niet. Iedereen wordt ijskoontje hier. Oh my god. Ik ga helemaal goed hier. Waarom trilt mijn huis? Waarom trilt jouw huis? Oh. Ja, mijn huis trilt ineens. What the hell? Ik wil die gun. Nee. Kijk wat ik vast heb. Hoe jij daar zit links op het scherm. Oh my god. Ik heb een boomerang. Oh. Ja, gooi hem. Ja, je hebt hem. Twee handen. Oh, jammer. Kut. Ja, ik heb hem. Nee, ik heb hem niet. Ik drink de stamina. Ik heb toch een boomerang. Oh my god. Hij vloog de wereld uit. Oh. Dat is echt insane. Help, 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 leave it! Ah. Jammer. Goed gedaan. Holy moly. Oh. Je moet ergens aan vasthouden. Dit is de tweede, toch? Of niet? Ja, klopt. Nou ja, giet hem maar gewoon. Maar ik hou hem vast aan de moes. Je hebt hem geel kreeg nog zo'n ding op zijn kop, maar pakt wel twee punten. Dus geel moeten we op focussen, want anders wint geel. Geel focus. Wie is geel? Oh, echt, die moes die pakt mij. Die wolf die wint heel veel. Die gele wolf. De gele wolf. Oh, daar ja. Jij moet ook dood. Oh, ik heb geen stamina meer. Oh! Ik ben ijs. Oh, wat? Nee! Ben je ook al? Ik ben ijs! Ja, goed zo. Oh, ik zit echt in een... Oh, ik heb je vast. Oeh, ik kon daardoor geel. Oh. Let op de wolf, hè. Hij is alleen maar aan het evaden. Ik ambush hem vanaf deze kant. Oh, nee! Heb je hem? Ja! Oh, dat ben ik! Ja. Ik dacht, ik help je even. Denk je, ik ben er al, hoor. Ja. Okay. Ah! Samen. Oh my god. Ik wou... Hou vast, lieverd. Oh, kut. Ik dacht, ik speel even dood. We moeten bij... Oh nee, we hebben elkaar vast! Pak! Ik heb een schep vast. Ah. Oh, kut. Ja, jij hebt hem... Oh, nee. Ik ging dood omdat ik met mijn kop op de rand belandde. Ah. Hallo, Mr. Vervis. Ik heb hem! Oh, daar ben jij! Ja! Nee! Hij heeft jou vast! Ik heb me opgeofferd met de wolf. Holy shit, hij had jou gewoon vast. Hij trok mij gewoon mee de afgrond in. What the hell? Oh, die zit vast op de grond. Hoezo heeft hij mij vast?
Holy shit. Is dit een soort gangbeast? Nee. Dit is niet een soort gangbeast. Pak de zwarte beer. Een trui, maar die rode die... Ik vraag me echt af, als je met meer dan twee mensen in een party zit, of je dan ook in een ander team terechtkomt of zo, weet je wel? Of ja, dat je dit soort niet kan spelen. Want soms heb ik het gevoel dat mensen teamen. Oh. Vis. Gooi een vis op die beer. Ja, dat probeerde ik, maar hij ging dodgen. Nu dan. Te laat. Net te... De black hole. Ja, net te laat. Ja, de black hole die geeft allemaal de physics. Al die vissen hier. Hè? Ja, ik zou het zeggen. Zoveel. Er is een bom bij jou. Rood pakte hem. Ik zat niet meer daar. Geel is er ook nog. Nee. Echt? Ja. Wow, yo. Party animals, zei dit Luc. Luc op TikTok. Oh my god. Die beer moet hem niet winnen, hoor. Nee, Grom moet maar gewoon winnen. Huh? Oh shit. I fucked this up. Wat is er? Ja, I fucked it up gewoon met gooien en zo. Die moes die gaat hem winnen. Of verliezen. Oeh. Ja, easy verlies. Deden mensen niet zo goed. Dat deden mensen heel slecht. Ja. Hallo! Oh my god. Die beer die staat beer. Daar maar. Kut beer. Zo droog staat hij daar. Holy moly. Hoe? Oh. Ik ben level 14. Ik ben level 34 nu net geworden. En we hebben de Beta Bridge. Laten we die proberen. Hell yeah. Ja hoor. Stay on the bridge and stay alive. Dat is het doel. Oh god. Oh god, breken er ook steeds meer van die planken af en zo? Daar lijkt het ik wel op. Ik denk dat... Ja, dat als je yeet of zo erop, dat er ook mensen... Dat je planken kan breken misschien. Oh god. Oh, oh, oh. Dat wordt wat. Dat wordt echt wat. De Beat a Bridge is een van die 12 ongerapte. Voelt heel smooth tutorial gehad nu. Ja, het zit natuurlijk nog wel wat physicky aan vast. Ook met vastzitten, met je handen en zo, weet je wel. Maar het is veel meer een game. En waarschijnlijk snap je dat nu al door de tutorial. Maar alsnog heeft het de randomness van physics. Maar het is niet zomaar gewoon van... Hey, kijk, hier heb je physics. En kijk hoe cool physics zijn en dat. Oh my god. Of is dit gewoon een brug en er gebeurt verder niks? Dat kan ook. Oh! Sorry. We zijn bijna... Oh! Oh! Wow. Sorry! Kara. Oh! Ja, het breekt! Oh my god! Ja, ik zie het. Dat is cool. Dat is zo cool. Het breekt. Oh my god, het breekt stuk voor stuk nu! Nee! Oh my god. Ik sloeg erin. Oh my god, ze breken heel snel nu. Oh, de moes is eraf. De gorilla. Rood wind. Die bananen. Iedereen gaf bananen aan de gorilla. Oh my god. Oh damn, dus dat breekt echt af. Dat is echt intens. Ja, dat voelt heel intens. Wow. Wel echt leuk hoe ze ook een beetje zo wiebelen en zo. Weet je wel, echt zo'n type brug. Auw. Ah, ik zit lekker eronder. Kunnen ze ook in het midden ineens... breken? Huh. Nee! Fuck, ik heb geen stamina meer voor echt een harde knal. Altijd full stamina... Oh. Altijd full stamina voor de hardste knal. Pas op, babes. Wow. Of gaat het ook echt geleidelijk met hoeveel je doet? Nee, het is wel echt gewoon dat het op een gegeven moment af begint te tellen. Oh, nice. Ik kill me. Oh! Ik brak één onder mijn voet.
Ik wou die bom, die wou ik die kant op sturen, maar ik kreeg hem niet helemaal leeg. What the fuck? Wow, waarom zijn we zo krom? What the fuck? Wat is dit? Ik denk dat de... Oh, hij is in het midden kapot gegaan. Dus we hebben geen... What the fuck? Mijn stamina is bijna op. Oh. Ik hoop dat ik hier kan staan. Laat me los. Holy shit. Laat me los. Eerste drop over dit. Oh nee, waarom ik? Nee, nee. Wat is dit voor gezeik? What the fuck, daar is alleen groen en geel. Die is er alleen. Oh, wie gaat wie? Wie gaan we doen? Groen heeft al... Ja, nee, groen hadden we moeten doen. Geel staat nu op matchpunt. Oh. Of ik bedoel, groen staat op matchpunt. Omdat we groen hebben. Als we geel lieten winnen, hadden hun ook één win. Oh god. Nou, meteen weer dood in de eerste seconde. Oh nee, val mij. Wow, oh. Oh, bommetje. Oh. Bommetje. Oh, ik leef nog! Bijna op de rand! Oh, we leven nog! Lievert! Oh shit! Oh, Lievert, help mij! Help mij! Oh shit. Hij heeft een stamina ding en hij gaat mij pakken. Nee! Hij zit op mij! Hij mount mij! Nee! Oh! 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 Ik leef nog! Oh, mijn neus! Mijn neus was te groot. Ik ga eraan. Oh. Nee, ik heb hem. Je hebt hem? Ik heb hem aan zijn arm. Nog. Dat was niet zo goed aan zijn arm. Oh. Ik leef oh, nog. Oh mijn god. Bommetje. Bommetje. Ik ben nog oh, kut. Oh. Oh, je leeft nog. Ik leef nog. Ik sprong gewoon. Oh, hij heeft mij. Die gorilla, joh. Een stuk kleiner. Damn. Godman nu. Oh. Oh. Pas op hoor, de brug is echt klein. Oh. Kut, ik ben knock-out. Ja, ik ga er vandoor. Pas op, bom. Bom. Ja. Dat ziet er zo droog uit. I'm gone. Nee. Dat niet. Oh my god, ja. Hij heeft... Nee! Wat is dit? Oh my god, die hele brug die dondert uit elkaar. What the fuck? Oh, groen is kampioen. Toch? Oh nee, er is nog iemand daar. Geel hangt daar nog. Oh, het is nog niet over. Geel hangt daar nog. Zolang groen niet wint... Tot nu toe. Oh god, weer scheven. Oh god, gaan we weer. Hij is weer stuk in het midden. What the fuck? Ik ga gewoon iedereen in elkaar slaan. Ja zorg ervoor dat je stamina goed blijft. Dit is ook veel stamina control. Oh nee, die bitch, die bitch. De bitch. Kom maar met rust. Ja, hangt daar gewoon lekker. Ja, ik ben stamina aan het bespaar. Slim. Oh, wat? Nee! Zo slim was het ook niet. Ik zit op een plank. Ja, nice. Die man gaat. Nee! Oh my god. Gewoon probeer zo weinig mogelijk te bewegen. Probeer je stamina vol te houden. Oh, it damn. Want ik hang letterlijk aan een plank die over de kop hangt. Ja, maar daarom, hoe meer je beweegt, hoe sneller je stamina gaat, snap je? Ja, maar ik had alleen maar mijn ding ingedrukt. Maar die hele plank die bungelt. Ja, dus weet ik. Maar hangen, dat kan je stamina nog wat langer laten depleten. Hij gaat wel naar beneden, maar als je bijvoorbeeld de renknop ingedrukt houdt... of bijvoorbeeld een pijltje ergens naartoe met je stick, dan gaat hij veel sneller. Dat je meer moeite doet. Dus dan het enige waar je op kan hopen is dat iedereen doodgaat en dat je dat jij langer kan blijven bestaan. Groen moet hem. Ja! Iedereen wil groen eraf gieten.
Dit betekent als wel dat een banaan had, dan mocht die aap die banaan. Rood en groen kunnen kampioen worden. Ik een dropkick van jou tegen mijn hoofd aan. Van mij? Ja, wij zijn toch de enige twee Hachi-honden? Holy shit, maar ik had iemand anders van een ander team. Ik probeerde hem te yeeten, maar... Schoppen! Oh, misschien dat ik dan van die eland of zo. Oh. Die eland die heeft ook blauw. Ja, precies. Ik denk dat het de eland was. Auw. Ja. Oh, dat lukt je niet. Die eland is zwaar, jongen. Ja, die eland voelt altijd een stuk zwaarder, hè? Oh, rood kan hem winnen. Oh, god. Oh, god. Oh, hij struikelde over een banaan. Ja. Oh, nee. Nee! Dat was hem. Nee, ik ben er nog. Ik hang aan die plank. Echt? Oh, dan probeer ik hem zo snel mogelijk. Dan probeer heel ik hem snel. Zo snel mogelijk. Ik heb nog een kwart stamina. Oké, okay, ik probeer het. Hij staat alleen niet stil. Kut! Nee, mijn plank gaat er vandoor. Oh! Oh! Nee, helaas. Ah. Hold on, Jack. Don't let go. Ik was er nog lang. Ja, holy shit. Jij was er echt nog lang. Nou, wij zijn de enige zonder punt. Nou, zolang groen niet wint... Ben je blij? Ja. Wat hebben we tegen groen? Wat heeft hij gedaan? Dat weet ik niet. In ieder geval, mochten wij overblijven met een andere kleur... Dan hebben al die andere teams het wel wat met ons. Damn. Die moes is zo zwaar. Ja, heb ik ook het gevoel. Oh, what the fuck? What the fuck? Uh-oh. Precies bij mij. En ik ben nog steeds down. Oh my god, ik spring er gewoon vanaf. Hoe overleef ik dat? Oh, ik ging jezus. Aan een rot. Ik werd zo ver geheat dat ik gewoon aan een rots kon liggen. Oh my god, zit je daar nou echt tussen? Ja, en ze hebben me. Dat deed ik. Uh-oh. Bom. Goed zo. Kom op, babes. Spring op zijn hoofd. Druk hem ertussen. Wow. Nee! Die otter, jongen. Team Rood gaat winnen. Holy shit. Nee! Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ah! Ik doe echt mijn best om te helpen. Ineens die hele vloer weg. Oh ja, ik moet dat nog allemaal een beetje herkennen wanneer dat gebeurt. Oh, same. Oh my god. Ik loop de foto. Op, liever. Oh, ik keek naar jou. Ik dacht dat jij mij was. Nee, jij sloeg mij keihard. Ik dacht dat jij mij in elkaar sloeg. Ik moet maar niet dezelfde character zijn als jij. Oh my god. Ik zeg keihard, auw, lieverd. En ik hoor je deze daarachter, auw. Ik denk, hè? Ja, ik dacht jij slaat mij in elkaar. Oh my god. Dus jij dacht dat jij helemaal op die manier naar de camera liep. Woejo. Ja. Oeh. Safely afloat. Oké, dat lijkt me een team game. Take the balloon safe back to the base to earn points. Ja hoor, dat is 4 tegen 4. We moeten een ballon veilig weer terugbrengen naar de basis. Oh. You can float with a balloon.
Ja, het ziet ernaar uit dat je die ballon ook aan kan. Dus dat is niet een item die heeft zeg maar wat minder gewicht, die item. Dus dat wordt waarschijnlijk het leuke eraan. Dat mensen dat ding kunnen bespringen en dan zo kunnen hangen en dan een beetje vaart mee kunnen geven en zo, weet je wel. Dat is super cool. Ja, dat is echt cool. Ik hoop dat het is, want dat is weer heel uniek. I really hope so. Kijk mij. Ja, je bent een soort gladiator otter. Gladiator. Viking. Oh, otter. Een viking. Nou, ik vond mijn woordspeling wel leuk. Ja. Oh mijn god. Dat kan wel mijn vinger gewoon altijd op de snapbutton houden voor clipjes. Oké, wat is het idee? Wat moeten we doen? Wat naar doen midden. We? Naar midden. Oké. Okay. Ja. Dat ging geheel volgens plan. Inderdaad, het is gewoon eraan hangen. Je hebt gewoon één item en daar moet je aan hangen. En dat ding moet niet hier nu omhoog. Waarom ben ik met maar één blauw? Waar zijn de andere blauw? Ik ben dood. En dan spant er weer een nieuwe. I'm dead. Wat leuk. Dat heeft echt leuke physics. Oh. Au. Maar hun gaan dit makkelijk winnen, zo te zien. Want hun brengen al hun tweede nu. Ja, teams zijn ongebalanceerd. Au. Ik word constant genokt door iedereen. Ik door mijn teamgenoot. Ach, kut. Val ik er weer bijna tussen. Mag ik hier gewoon bovenop? Kom op, de andere kant op. Iemand duwt hem. Nee, een knockout. Oh shit. Hij trekt hem. Fuck off. Huh? Weg met jou. Goed zo. Wij hebben ook een punt. Wie het eerste 3 punten heeft, is dit. Oh. Oh my god. Dus staat 2-1. Ik wacht op respawn. Oh, sorry. Ik ben gerespawned. Let's go! Oh, lekker lieverd. Nee! Die kant op! What? Die kant op! Die kant op. Auw, nee! Beide zijn eraf. Oh, nee. Hij nee, brengt hem. Kut. Huh. Hou hem daaraan vast. Ik trek hem. Nee, we hebben hem. What the fuck? Ik word door jou tegengehouden. Wayo, let's go, what the fuck, this is amazing, maar de ballon, nee, wat doe je? Hou hem vast, gewoon R2 vasthouden en trekken eraan. Wat de hel, die trok aan jou om de ballon. Mam. Nee, hij gaat weer, au. Ach. Niemand gaat er vandoor. Kom op, niemand. Pak hem. Au. Ik weet niet eens waar ik ben. Oh, ik word in elkaar geslagen. Ik weet ook niet waar ik ben. Ik word echt finaal in elkaar geslagen. Wat doet die van Team Blauw? Hij moet hem niet die kant op brengen. Oh, ze gooien hem omhoog. Dat was dom. Oh, we hebben echt teamgenoten nodig. We hebben betere teamgenoten nodig. Want nu word ik gewoon alleen maar door... Ja, trek hem! Oh my god, lieverd! Ik probeer je te verdedigen. Ja, ik heb je verdedigd. Ja, blijf daar. Ja, 2-2! Let's go! Woe! Nee. Nog niet? Nee. Oh nee, ze trekken hem eruit! Help. Ik help weer.
Ja, het is gelukt. Mijn controller stopt steeds met werken. Die kabel is kapot. Oh, what the heck? Gebeurt er met dat ding? Wat een leuke game mode. Oh nee, what the heck? Uh-oh. Ik ben hem aan het doen naar ons. Oh wow, hij is aan onze kant. Wat goed. Ja, heb ik gedaan. Go, 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 we kunnen dit. Kom op team, met z'n allen. Ja, we gaan hem winnen. Moeten we hem wel loslaten natuurlijk. En dat doe ik niet. Kom op, babes. Nee, ik hou het. Oh nee, ik ben ook los. Wow. Ik ben ook los, iedereen is los daar. Hij gaat naar de andere kant. Nee. Goed zo, babe. Hou hem tegen. Ik heb geen stamina meer. Oh, hij heeft me een kopstoot gegeven. Ik ben ook dood. We zijn beide dood. Van mij mag je, Joey. Nee, denk ik het ook niet. Of hij moet hem heel lang tegenhouden, maar iedereen is down van ons team. Oh my god, laat me los. Ze hebben hem. Kut. Zo close. Oh, we waren close. Maar ik hield hem denk ik tegen per ongeluk, want hij moest gewoon rustig omhoog gaan. Neem mij uit beeld drukken. Oh, dat was jij. Dit keer sloeg ik je wel dan. Joey wil ook wel teammate zijn. Oh, sure. Oh ja, more stamina you have, more damage you deal. Ja, dus je wil altijd je stamina weer volmaken. Oh, huh? Ik denk omdat je hem net hebt gekocht dat ik je niet zie, Joey. Dan moet ik je alsnog toevoegen als vriend in game, I guess. Oh, maar dat is een nummer. Dat is je vriendnummer. Maar je ziet normaal gewoon ook je Steam-vrienden die hem hebben, maar... Ik zie jouw Steam-vrienden niet. Daar ben ik namelijk heel benieuwd wat hij kiest als we met 3 man zijn. Dat is een goede test. Want komt hij dan in een compleet andere? Ik zal hem even toevoegen zijn ID. Maar dan wel even... Zo. Add new. Get one friend. Did it. Achievement unlocked. Maar hoezo heb ik die dan nooit bij jou gekregen? Omdat wij niet vrienden zijn in de game, maar gewoon op Steam. Dus ik kan niet met... Wacht, noem ik je ID eens op. Noem je ID op, dan worden wij vrienden. Mijn ID... Ja. Is... Och, kut, sorry. Paniek. 6A5... N3H. Oh, je bent al added. Ja, inderdaad. Dan moet je gewoon... Ja, geen idee. We hebben nooit dat gekregen. Nee. Oh, kijk, nou hebben we die stomme lizard erbij op de bank. Ik vind die zo lelijk, hè? Nou. Die verdient toch ook zijn plekje om te gamen? Ja, hij verdient wel zijn plekje. Hey, zullen we voetbal? Leuk. Nee, mensen... Oh. Ja, holy shit. Wel. Hockey, maar dan voetbal. Dat is gewoon weer hockey, maar dan nu in voetbalmodus. Nou, begint Joey meteen met zijn favoriete sport. Het is soccer. Ja, in Amerika is het soccer, ja. Pro Evolution Soccer. Send the ball flying with heavy punch. Ja, oftewel heavy punch. Dat is rennen en vierkantje natuurlijk. Maar niet wanneer je al lang hebt gerend. Want dan wordt die minder heavy. Want dan is je stamina al weg. Als je rennen en vierkantje drukt voor zo'n punch. Precies op de bal. Dan gaat die vliegen. En je kan natuurlijk altijd de dropkick doen. Met driehoekje kruisje. Voor de kick-off bijvoorbeeld. Oeh. Oh, damn.
Wow, yo, oh, dit ziet er cool uit. Wat is dit voor camera view? Ja, heel veel. We krijgen hier wel veel beeld. Dat vond ik het enige nadeel bij hockey. Oh, dat is de verkeerde kant. Oh. Ik word genakt. En twee. Die dodgede ik zo mooi, anders dan was hij echt... Wow, dit is goede physics. Joey! Wow! Je kan de muur ook gebruiken. Ja, en je kan altijd rennen en een rondje doen. Maar dan moet je wel heel even normaal lopen om een balkje van stamina weer te vullen. Maar de muur inderdaad. Oh, Joey, je blokkeert mijn bal. Even stamina. En boom! Oh! Holy shit! Bro, Rocket League, bro, in fucking animal party. Wow, long shot, hoor. Calculate. Love that. Damn. En D-pad omhoog met rechte stick naar een richting, dan... Ja, je kan ook mensen nog steeds kapot slaan, hè. Je hebt echt hoofddamage. Zo. Oh. Kan niet worden verdedigd. Ja, goed verdedigd. Zeker. Nou, dit is nog best netjes. Ik geloof echt dat mensen hier... Eigen doelpunt. Dat is een eigen doelpunt. Dat was iemand van Team Blauw. Ja, Team Blauw in blauwe goal. Je ziet de blauwe kleur. En je kan ook gewoon op M drukken om te typen in game. Dus wat ik ga doen hier bij de kick-off is typen... Oh, een goal! I got it. Oh. Ik dacht, I got it. Damn. Dit is wel echt eentje waar je inderdaad hoog schoten kan doen. Oh. Wie het eerste 3 doelpunten maakt. Dus dit is ook nog eens met minder punten. Wat logisch zou zijn ook, want dit is groter. Oh! Oh. Bijna. Doe het! Oh, echt jongen, die Robin Hood hond. Ja, die, ja, precies. Nu hebben we eindelijk een goede teamgenoot met Joey. Oh, wat een goeie! Damn! Ja, dan heb je Robin Hoodloos die daar... Oh! Dikke dropkick! Komt die boys! Jammer... Hey, twee! Oh, ik heb wel... Nu dan! Ja, lieverd! Ik wilde net zeggen, ik heb alleen nog een schaduw van de bal nodig, zodat ik weet waar die valt. Holy... Hij viel weer op. Ik was gewoon anticiperen. Holy shit. Goed geanticipeerd, je stond precies goed. Holy shit. We did it! Let's go! Bortles! Nee, dat is als we American voetbal gaan spelen. Au, hey, ik kom weer in frame. Oh, ja. Je ziet links wanneer de foto wordt gemaakt. Oh, nu niet. Hey! Ik zit met die Robin Hood hond. Joey zit op mijn hoofd. Ik zie het. Ik zit daarachter en Joey zit op mijn hoofd. En die krokodil die blokkeert jou op de foto. Dit is zo'n mooie groesfoto. Ja, ja, echt mooi. Dit is de beste groesfoto. Alleen Robin staat er niet op. Nou, dat maakt het dus de beste foto. What the hell is Winter is Coming? Of nou, Gator Valley? We kunnen ook Trebuchet doen, dat wordt hem. Heel simpel, oh. Joey. Elke team krijgt bommen. Die kan je de andere kant op gooien. Dan zijn ze detonated. En dat duurt het even voordat ze ontploffen. Ontploffen ze op het terrein van de tegenpartij, dan gaan er punten vanaf. En wie het eerste naar 0 punten gaat, zeg maar. Dus that's all. Dus we kunnen ten eerste die bommen stelen. We kunnen ook bommen die worden gegooid weer eraf jieten, zeg maar. Van ons land afjieten. En we kunnen ook naar de overkant gaan en bommen die hun er überhaupt in kunnen doen. Die kunnen we ook al het water weer in gooien, zodat ze later weer respawnen. Want er komen elke keer 4 bommen uit zo'n factory ding. Zolang wij maar meer bommen laten exploderen aan hun kant. En we hebben 1 random. Let's do this. Alright, snel bommen pakken.
Snel de bommen pakken. Oh, ik was even vergeten. Tjoe, jongen, niet mij pakken. Oké, ik heb 2 bommen en doe iemand de ding. Ik sta op de uitkijk. Oké, Joey, doe ze erin en haal de hendel over en dan... Maar daar komen ze. Haal de hendel maar over. Gewoon met je handen. Gewoon vasthouden. 5 miljoen mensen lieverd. Oh nee! Joey, ja. Weet nog even niet hoe hij de hendel over moet halen. Vasthouden, ik ben dood. Shit. Ja, wij hebben al 3 punten eraf. Dit wordt helaas ook 3 punten, maar... Nee. Oké, 7-7 is het nu. Ik... Oh nee, hij gooit ze er niet af. Die teammate van ons. Ja, die weet misschien nog niet helemaal hoe dit werkt. Dus zo. Geef ze inderdaad wat tijd. Maar wij kunnen ons best proberen te doen. Ik gooi de bommen er wel vanaf van hun. Zodat ze die niet kunnen gooien. Tenminste, I'm trying. Ja, en ik gooi ze als ze wel hier komen. Nee! Hier van het land af. Helaas. Ja, ja, ja. Go, 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 go. Nee! De ene bom die Joey meenam, die is van het eiland af. Die kan je gewoon nu het water in jeeten, Joey. Die moet je niet weer daarin stoppen, want dat willen hun dus doen. Aan hun kant willen we hem gewoon... Oh! Ik heb hier een teammate die niks kan. Dus ik moet en bommen laden, en het land verdedigen. En hij jeet mij nu naar de overkant, die rooie. Amazing. Ja, dan... Hebben wij niet echt veel mensen, maar hun gaan ook geen bom inladen. Ze. Overhalen bij ons? Ik ga dood. Oké. Okay. Dat betekent dat ik weer aan onze kant ben zometeen. Maar het duurt heel even. Oké. Okay. Je hebt Joey en Robin inderdaad aan die kant. En. God! Ik ben dood. Onze teammate is inderdaad volledig AFK. Ja. Ik gooi 1 bommetje naar die kant. 1 bommetje gooi ik daar. Oh, hun hebben ook een bom hier gegooid. Ja, helaas. Och. Ik respawnde nog meer. Net niet op tijd. Pak hem, pak hem, pak hem. Ah, nee. Helaas. Oh, jongen, echt. Die fucking teammate. Zo, dat was ik, hoor. Ik had hem al vast. Nee. Oh, nee, nog die een. Aap die sloeg mij knock-out. Oh, liever. Oh. Oh, echt, jongen. Ja. Goed geprobeerd. Nee. Jawel. Er liggen allemaal bommen aan onze kant. Ja, alleen iedereen die is hier. Ja, dat wordt hem niet. Ik ben dood. Zo, gewoon mijn eigen teammate knock-out geslagen. Fuck off. Ja, die gorilla die snapte niks. Er komen nog meer bommen. Of zo'n fucking spray can. Oh, je gaat mij eraf, peuk. Oké, probeer maar wat. En bommen vasthouden is ook altijd goed, als je die bommen meeneemt. Want dan moet ze je er zelf af. Komen weer bommen. Ik heb hem weggehaald. Ik verdedig wel. Oh, kom nog één. Oh, ik heb per ongeluk blauwe er het water in gegooid. Maar daar is één. Zal ik hiermee naar de overkant gaan? Of zal ik nee, ik zou ze gewoon neerleggen voor Joey en dergelijke. Die zijn aan de overkant als ze niet het water in zijn gevallen. En dan kijken of ze die vast kunnen houden. Oh, dit zijn er 2. En ik hou een blokje vast. Ah, dit gaat fout. Oh, die had ik moeten pakken. Oeh. En we gaan ook nog down. Je had voor die verste moeten gaan. Nee, ik had ze beide nog kunnen doen. Makkelijk. Ja, maar ik was al onderweg naar die ander. Ja, maar ik had ze beide kunnen doen. Alleen zat vast. 4-0. Viel mee. Voor ook een teamgenoot die niks deed. Die gorilla. True. Not bad. Het ging even fout. Tussen Robin en mij. Nee, ik wil op de foto! What the fuck, Joey?
Ik lig daar als dode wolf, oma. Ja, en hij heeft zijn vuist heeft hij onder die snavel van die eend. Ja, holy shit. Yo, what up, Lorenzo? Ik zie je op TikTok en op Twitch. Games and Cards, hoe gaat die? Oh, ga helemaal stuk. Ja, en Joey die deed dat voor de allereerste keer, die game mode, deed hij heel goed. Oh, die filthy, fluffy redemption, die moet zo goed zijn, hè? Ik weet het doel ervan, maar dat is ook de eerste keer dat wij het gaan spelen. Beide teams krijgen dus een minecart. En je moet dus allemaal kolen moet je naar de voren brengen. En, oh god. En als je die kolen daarin stopt, dan gaat je trein sneller. Zoals je ziet. Oh, je ziet nu dat de rode trein sneller gaat dan de blauwe trein. Maar je kan dus ook hoppen naar elkaars trein om te proberen tegen te houden. En alles tegen te gaan. Dat is het. Wie de snelste trein krijgt. Dat is zo goed competitief doordacht, die game modes allemaal. Zeker. Taakverdeling. Ik doe dingen. Ik wou dus zeggen, volgens mij moet je bij Robin daar niet zijn. Maar nee, absoluut niet. Ik wil wel gaan fucken met hun. Ik fuck wel met hun. Oh my god, ik heb onze teammate vast. Kom op, guys. Ik heb ook je nog geen limited stamina. Rennen, nee! Joey? Oh. What the fuck? Er is hier een konijn heel goed. Ik ben wel down. Wow, joh, blauw gaat ineens een stuk sneller weer. Oh, nog even met twee handen vasthouden, Joey. En dan komt het helemaal goed. Tegenpartij is wel echt aan het ownen wat betreft dat soort dingen. Ik loop er gewoon vanaf. We lopen voor, jongens. What the fuck? Die Rave Dave die heeft me elke keer in één keer. Mijn god. Alles gaat zijn gangetje, Games and Cards. Ik heb die lollipop hier, maar ik ben nu al down. Verdikken me. Fucking Joey, die wordt even knock-out geracht door die fucking Buffy, ja. Ik ben ze heel goed aan het tegenhouden, jongens. Dit lukt mij. Gelukkig. Shit, ik wou de lolly ook meteen een doen. Een Baviaan die iedereen tegen probeert te houden. Ik probeer met de lollipop iemand te downen. Maar lukt niet. Jawel, ik heb mijn achievements. What's up, babe? Ik heb een tijger in het vuur gegooid. Onze kolen zijn op. Oh, dan moeten we bij hun. Ja, maar daar kunnen wij niet komen, want we lopen te ver voor. Oh ja. Het is gewoon wachten nu, denk ik. Oh, ik ben knock-out. Kom op, Joey. Oh nee. Wat gebeurt er? Er wordt een racket hier gedumpt. Oh nee, hij doet onze nood-ding aan. Ja, je hebt ook een noodknop. Of een nood... Oh, ik heb mezelf opgeofferd. Dat was ik vergeten, dat je dat ook hebt. Ik ben down. Ik ben dood. Je hebt inderdaad een noodknop, dus je kan ook weer verslomen dingen. Oh, ik ga zo stuk. Er komt dus een racket bij ons. En Joey die ging die echt vol overtuiging pakken. Maar... Hij had hem niet goed vast, dus hij yeet hem gewoon volledig van die hele... van die hele wagon af. We gaan sneller, jongens. Ik ben de hele tijd de handrem aan het indrukken. Goed zo, ik bescherm onze handrem. Ze zijn nu allemaal bij ons namelijk. Ik zie het. Au! Oh god, teammates. Help! Kom op! Oh, hij heeft mij in de oven gegooid. Ik ben dood, in de oven.
Mimi! Ga naar de handrem. Welke kant moet hij op als hij ingedrukt is? Naar achteren. Oh, laat maar. Ja, nee, ik merk het al, ja. Het is een handrem. Kom op, Joey. Ja, let's go. Mordels. Met je wc-ontstopper. Hij is aan het dansen met een wc-ontstopper. We zijn al bij een station. Oh. Oh. Daar ging iemand van ons team. Iemand van ons team die... Wow, yo. Maar die Mimi zeker. Ja, die wou deze kant op. Maar die raakt keihard. Oh, netjes. Nou, deze die hebben we makkelijk. Ja, ik ben dood. Ja, ik heb ze zoveel lopen klooien dat... Heel goed van jou. Joey is nog steeds aan het dansen met zijn wc-ontstopper. Ik zie het. En ik sta nog steeds voor de oven. En zijn matties komen. Oh shit. Oh shit. Ik ben dood. Ik ook. Sorry Mimi. 9, 8, 7. We 6, did it. 5, 4, 3. Mimi 2, doet nog even de handrem. Yes. Joey ligt op de grond te slapen hier. Ja. Ik spande heel erg op. Oh my god. Complete 4 weekly challenges. I did it. Jongens, ik... Nee, Joey! Wat? Staat hij weer op de foto in zijn eentje? Nee, ik ben er ook. Je ziet mijn fin. Mijn haaienfin. Rechts onderin. Die tijger, hoe die springt. Dat is net zo'n jaren 90 hip-hop albumkoffer. Ja, echt zo. Echt hoor. Nou, de taakverdeling ging goed. Dat was goed dat hij even taakverdeling bespreking deed. Dat ik ja, gewoon dat zei... Vond ik heel fijn. Ik jiet hun. Ja, ik had dat hun goed. Ik en ik hoorde Robin heel veel lachen. Dus het was ook nog eens heel grappig wat er gebeurde. Nou, Gator Valley is ook een van de nieuwe. Ja, en omdat de game modes dus zo competitief zijn... dan maakt het niet uit om die meerdere keren te spelen. Ik vind dat juist heel goed, om dat elke keer meer te leren. Don't get pushed away by the waves and stay alive. Oh, man. Oh. Kan je dan alsnog vasthouden of zo? Omdat dit ook waterelement heeft, wat jij zo haat? Of die tanden? Aan die tanden nog vastpakken. Oh, ik denk het wel. En hier ben ik dus heel benieuwd naar. Want wij zijn met een party van 3. Maar dit zijn teams van 2. Oh, ja. Dus het kan wel. Misschien is eentje wel standaard spectator. Nee, ik denk niet dat iemand spectator is. Ik denk legit dat we tegen Joey moeten. Maar dan heb je dus wel een soort van teaming. Wat ik dus soms een beetje verwachtte, weet je wel, bij sommige matches van ons. Dat een bepaalde team rood en team groen wel heel erg friendly was naar elkaar. Dat ze uiteindelijk wel tegen elkaar gaan vechten. Maar dat ik ook denk van, ja, daar klopt iets niet. Ze hebben toch wel een bias, zeg maar. Precies. Dus we zullen nu meteen zien. Dan betekent wel dat één een random heeft. Ja, ik met... Ja, Joey is groen. Dus dat was wel een ding in de playtest, lieverd. Oh, je hebt mij. Oh, sorry, babes. Dat was dus wel een ding in de playtest, inderdaad. Ja. Dus dan was dat wel nu, zo. Nu mag ik Joey vermoorden. Ja, nu mag je Joey vermoorden. En is het gewoon, haha, we hebben allemaal plezier. Oh my god, Joey heeft een pan. Kut. Wow, die wave! Nee. Ik ben er vanaf. De tering. Oh, kut. Ik dacht, ik dropkick Help. Die andere Help. Nog even. Die bom. Die bom. Die bom. Nee! I died. En wie overleeft het? Fucking Joey. Als die waves komen, dan word je echt weggezogen uit die gator, zeg maar. Liever, we moeten voor Joey gaan. Ja, hoezo? Joey heeft gewonnen, de vorige. Oh, damn. Ja, dat springen en zo, dat is zoveel beter. Helemaal als je dat leert. Oh, hij dropkickt mij, maar hij vliegt er zelf van. Holy shit.
Dat zag er zo realistisch uit. Het is zo gek ook hoe zeg maar, dat dan alsnog zo super duper realistisch eruit ziet allemaal. Met de animaties, zeg maar. Lievert, stamina. Ik doe de stamina. Oh, we hebben hem. Hey. Dat was zo cool. Wat een dropkick was dat. Dat was een meesbals. Best dropkick ever. Echt. Oh! B! I'm dead. Kan je dan nog terug als je in het water zit? Naast de brug wel. Echt. Alleen hoe verder, hoe kutter zeker. Ja. Ja. Als je eenmaal uit die bek bent, dan is het klaar. Oh. Mijn bom was ook niet zo tactisch geplaatst. Oh, ik heb Joey wel dichter weer bij de brug geholpen. Oh nee, maar hij is even niet ons team. Oh! Ja, precies. Als er dan zo'n wave komt waar die brug helemaal bol van wordt, dan wordt het wat moeilijker om daar te blijven. Kom op, lieverd. Hou die bom vast. Dan gaat die af. Dat is zo'n bom die je moet activeren. Dit is ook goed van je. Oh, Team Rood gaat rachen. Ja, hij heeft meer stamina. Kut. I tried. Maakt niet uit. Ik ben er nog. Ja, en hij is down. Oh my god, hoe hou je het vol? Oké. Weet niet. Oeh, ze zijn beide down. Nee, niet. Daar ligt weer een bom. Oeh, dag. Was vreugd. Ineens was dat einde een stuk dichterbij. Oh, alsjeblieft, Joey. Meteen nog koud. Dat is zo funny. Behind you. Wee, joh. Zag je die? Ja, die katapulteerde je echt ver. Oh! Ik zie voor Joey, die staat achter je. Hij gebruikte mij als schild, Joey. Nee, joh, je hebt mij. Ik gebruikte mezelf als schild voor jou. Auw! Joey! Nee! Nee! Ah. Je hielp mij niet eens, liever. Joey ging mij gewoon jiet. Ja, maar Joey is nou al eraf. Nee hoor, hij houdt zich vast. Kut, Joey, jongen. Jongens, willen jullie een bom? Nee, ik ben aan het zwemmen. Oeh, die Team Rood die gooit hem naar Joey! Ik ben dood. Wajo, Joey is nog in het water. Joey kan ik nog terugzwemmen. Nou, dan ga ik het Joey. Oh, maar de wave komt, de wave komt! En Joey is net niet op tijd! Wow, Joey werd hoog gejiet, jongen. Dat was niet normaal door die bom. Hij zat er helemaal achter. Oh. Wow. Even zo. Mega. Oh my god. Pas op, ik heb nunchucks. Oh, de nunchuck guy. Soms moet je daar dood voor spelen. Want als je heel snel door dat soort dingen twee keer wordt geraakt, dan is het over. Oh, Joey, jongen, motherfucker. Oh, good. Oh, man. Ik zag Joey focussen. Naast mij. Wat? Oh, zijn teamgenoot leefde nog. Zijn teamgenoot lag nog in het water. Damn. Nu leeft dus het teamgenoot niet meer. Wojo, die van Team Rood, die sacrifice zichzelf gewoon. Dat deed ik net ook. Uh-oh. Voor ons. Precies wanneer de wave komt, slaat iemand mijn Nokkie. Precies wanneer de wave komt, slaat iemand mijn Nokkie. Dit is ook wel een leuk, hè? Deze, vind ik. Ik vind deze ook leuk. Oh! Oh! Oh, hij helpt je! Oh, nee. Hij help je niet. Mijn controller deed het ook niet meer. Nu ben ik voor Joey, want Team Rood kan winnen. En anders is... Ja, go, 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 boom! Zo! Nu ben ik voor Joey, want als Team Rood wint, is het afgelopen. Oeh, die houdt zich vast. Ja, let's go, Joey! Ja, goed zo, die goed zo.
Maar die hond... Oh, over een bananenschil valt hij. Die heeft iemand gegooid. Oh, maar daar komt de wave. Daar komt de wave als de puppy niet op tijd... En hij komt niet op tijd. Doei! Goed gedaan, Joey. Hier heb je een vis. Hij is kampioen en niet Team Rood. Let's go! Hell yeah. Goed gedaan. Kijk, en dat geloof ik dus. Dat dan soms als mensen in een party van vier zitten... de ander meehelpen, weet je wel? Dan alsnog je vrienden meehelpen. Want dat heb ik al een paar keer Joey gedacht. Joey weer op mijn hoofd. Ja, ik zit ook zo raar hier. Oh my god, dat was een goeie. Joey springt daar vol op mijn hoofd. Joh. Ja, ik zie het. Die heeft gewoon zijn klauwen in je hoofd zitten op de foto. Ja, mijn hoofd die zit achterover. Oh my god. Ja, zeg het maar. Ichiban vind ik altijd prima. Vind ik altijd leuk. Nou ja, daar gaan we meteen voor. Ichiban zorgt dus voor poison clouds. En die poison clouds worden steeds sterker. En het is ook gewoon een dikke dead match. Ja, dat klonk een beetje gek. Dat klonk een beetje gek. Ik zit graag op mens. Maar inderdaad, dan klopte dat wat we zeiden. Van dat soms de dynamiek van... Waarom gaan die niet focussen op die ene die kan winnen, weet je wel? Want dan verlies jouw eigen team. Maar dan is dat waarschijnlijk hun vrienden gewoon. Die ze dan meehelpen om... Oh! Holy shit, ik ben meteen down. Ik ga stuk. Ik dacht, ik doe even een zieke dropkick. Nou jongen, ik yeet mezelf finaal van de map af. En ik word echt geraakt, jongen. Als een gek werd ik daar geraakt. Joey moet even met twee handen, anders dan heeft hij hem niet vast. Zag er zo grappig uit. Oeh, die bom heb ik zo goed geplaatst. Red mij! Wij zijn Team Rood. Jij leeft nog. Ja. Sander gelijk zijn KO. Zijn ja, ik... Team Rood? Nee. Oh, huh? Oh, ik hoor bij een ander team. Nu zijn jullie teamgenoten. Jij hoort helemaal niet bij ons. En ik maar focussen op jullie. Joey, jongen. Oh, mijn controller. Team Geel moeten jullie. Je moet één otter van Team Geel killen. Ik kom met een bom. Komt-ie. 1, 2, bom. Oh, Joey. Fix die otter weg met de bomexplosie. Ah, jammer. Oei, yo. Oh, over een bananenschil. Oh, over een bananenschil. Oh nee, Joey wordt eraf gejiet bijna. Dan kan je nog jezelf recoveren als je niet doodgaat aan de poison trouwens. Ja. Oh, netjes dit. 1, 2. Wow, ja, hij vliegt eraf. Maar hij komt nog, hij komt nog, hij komt nog, hij komt nog, hij komt nog. Vis. Oh, mis de vis. Hij is er nog. Hij is niet dood gegaan door de poison. Mijn controller. Zo. Mijn controller. Oh, oh, dat was op weer. Joey. Sorry. Wojo, dikke dropkick. En nu eraf jeeten. Jeeten, jeeten. Ja. Je kan ook rennen en... Oh! De poison wordt steeds sterker. Oh, mijn controller doet het niet meer. Oh. Joey, bescherm me even. Ja, hij heeft hem. De rood wint. Goed gedaan, Joey. Oh, goed. Hartjaks. Oh, Joey. Oh, what the heck? Fuck. Die guy hield jou vast terwijl hij met zijn nunchucks bezig was. Ah, Joey werd zo fucking hard gejiet. Ja? Met zijn fucking nunchucks. Ik word 4 postcodes verder getikt, zegt hij in de chat ook. Ja, dat ging zo hard. Oh, amazeballs. Oh mijn god, jongen. Alles en iedereen slaat mij knock-out, terwijl ik gewoon die knuppel wil pakken hier. Oh nee, hij maakt me dood. Met nunchucks. What the fuck? Ik nu heb is hem. Het afgelopen. Nu is het afgelopen. Niet mij! Pas op het laag!
laatst! Verdomme. Oké, pas op het laatst, pas op het laatst, pas op het laatst. Ja, dat bedenken we nu. Nee, is goed. Oh, oké. Okay. Nee, pas op het laatst. Ja, dat moet je jezelf ook doen dan. Ja, dat doe ik nu. Ja, nu! Maar nu is iedereen al dood! Door jou! Nee! Ik ben down. Nee, ik ben nog niet down. Oh, iemand gooit een vis op mij. Was jij dat? Nee. Ik zit te wachten op mijn bom. Onsportief gedrag. Yo, ik ging gewoon achter de menigte aan. Even voetbal. Woejo. Oh, dit is leuk. Has komt eraan. Heel erg. Damn. Shit. Dikke vis op je hoofd. Ja, ik kreeg hem niet goed. Hier, nog een kans voor je. Dank je. Achter je. Ah, fuck. Oh, shit. Zo'n op. Ah. Oh, nah. Was jij dat? Ik was dat niet. Eerlijk? Eerlijk, echt. Ik gaf je die bom. Ik heb nu pas weer mijn vis. Nee, jongen. Oh, shit. Het gebeurt ergens daarachter. Ja, hij heeft hem. Oh, nee, nee, dat is de verkeerde team. Ik heb hem. Maar wie gaat er nu als eerste dood? Bijna. Wie ging... Oh, Giel was nog in leven. Verdikke me. Mijn controller doet het niet. Pas op, Nunchucks. Gorilla is weer back in business. Die is vooral heel handig, Joey, als je iemand afstand wil geven. Die geeft wel wat recoil. Bart, ik leef nog. Ik help je alleen omhoog. Auw. Kom op, unlimited stamina bijna. Oh, hij ook. Shit, de gorilla heeft ook stamina. Oh, echt die kat met die lolly? Nee! Wat doe ik nou? Wow, yo. Die kat met die lolly dat heeft me geholpen. No problem. It's the game. Oh my god. I'm Joey die racht even een boomerang tegen mijn hoofd aan. No, no, my friend. No, no, my friend. Wow, yo. Dikke boomerang. Twee luik. Alsjeblieft. Ik heb die guy. Ik heb die gorilla van je. What the fuck? Ik heb mezelf genokt met de boomerang. Au! Kutkat. Nee, twee. Ah, ik word door een bananenschil geraakt. Ja, ja, dit is leuk. Dit is leuk. Oh! Dat doe ik echt niet expres, hoor. Ik vloog uit de map. Ja, nou, dat doe ik niet expres. Kan ik je eerlijk zeggen. Ik wou voor die kat gaan met die... Wat een dodge. Hier. Ah, ik ben dood. Dat heeft mij vermoord. Damn. Ik heb niks gedaan. Iemand gooide een bom, precies. Precies. Ik gooide een vis. Op mijn hoofd. Wat de heck? Hij wint ook nog die aap. Die was zo mooi vooruit mijn beeld. Ja, die. Ik denk dat Robin heel erg cool jeet. Dat ziet er zo mooi uit. Ik vind dat, daar kan ik nooit genoeg van krijgen. Als dat er zo realistisch tussen haakjes uitziet. Fuck off, bitch. Kut, gele kutotter. Ja, die otter is echt kut. What the fuck doen hun? Is dit nou weer een. Dit is een hond met een lolly dit keer. Stik in je lolly. En een kat met een taser. Gewoon. Dat had ik niet moeten doen. Ja, die taser kat, daar word ik ook helemaal gek van. Dus weg jij. Echt zo? Nee! Hij is te zwaar voor één arm. Auw! Ja, ik ben dood. Hij pakt weer die taser op. What the fuck? Die recoverde snel. En ik krijg een vis op mijn kop. Ik ben down. Holy shit. Instant vis ook gewoon, hè? Oh, ik heb een bom precies bij die kuthol met zijn kutlolly. Boom! Bye bye!
Netjes gedaan bij die holt, ik zag hem. Ja, die wilde nog zo graag omhoog komen, maar... Oh, mijn arme teamgenoot hier. Ach, die wordt lekker getaserd. Ook wel een keer lekker. Damn. Nee, mijn teamgenoot! Nee! Die kat, die kijkt zo boos, hè? Boom. Wow, yo. Die full stamina guy, die moet gewoon even dood. Ja, blauw is het gevaarlijkst, hoor. Ik denk dat we blauw voorop moeten letten. Die gaan 2 punten pakken nu. Oh, hij leeft nog. Hij probeert nog naar binnen, maar daar komt de tennisracket. Oh! Ja, hij viel op zijn hoofd. Hij viel op zijn hoofd. Blauw, als blauw wint, dan is het klaar. Dan is het klaar. Dus blauw heeft wat extra care nodig. Extra focus willen we dat dit nog spannend houden. Oh, echt, jongen, die hond. Ik krijg bad op die hond. Oh, ik ga bad op die ult. Die ultkat is zo goed, hè? For some reason. Come on. Die kan je ook heel moeilijk slepen en zo. Ja. Auw. Hier, moet je kijken. Hij kan dat allemaal gewoon in één doen. Hij is degene die ervoor zorgt. En nu wil ik natuurlijk die kat. En weer kan ik hem niet goed slepen. Oh, ik ben dood. Ik probeer er zo'n leuke... Ik hoop dat dat goede goed iets te... Big Boy leeft nog. Nou is het jou tegen geel. Ja, nee, die blauwe ook. Oh, en de kat. Die leeft nog. Daarom was ik op hem aan het... Nee! Wil je een bom? Ja! Wil je een bom? Dat is goed. Yes. Goed zo. Just like that. Oh! Ja, ja, goed. Ik heb de hond ook goed. Gedaan. Dank je. Dank je. Yes! Kijk, dit is ook voor jullie het best. Voor Team Rood. Toch die blauwe. Maar die blauwe die mogen dus echt niet winnen. Ah! Joey, jongen. Dit shit. Dikke. If blue wins, then it's over. Echt, ik ga zo bad op die hond die al die fucking wapens pakt. Ja, ik heb de zwarte kat. Die gorilla, die pakt ook alles. Die gorilla, die yeet Joey eraf. Oh! Oh, mijn stamina was niet goed. Jezus, man, die gorilla. 1, 2. Ja, echt hoor. Oh! Sorry. Ja, ik heb hem. Ik heb hem down. Dan is in ieder geval zijn stick. Oh, sorry. Nee, maakt niet uit. Misschien dat ik inmiddels de achievement al heb. Kut. Ik heb mezelf opgeofferd. Oh my god, dat is zo cool. Ik ben dood. 1, 2. Kut. Huh. Goeie dodge. Bijna, Joey. Goed vasthouden met je handjes. Oh, goede dodge. Oh, het gas komt eraan. Via rechts. Wil je een bom? Ja hoor, ik wel. Ik gooi hem in het midden. Oeh, die is te ver. Wow! Dat Hij is jammer. Hij sloeg hem weg met zijn knuppel. Oh! Pak die bom, pak die bom. Oh. Jeet. Wow. Oh. Waar ging jij helemaal heen dan? Weet ik niet. Daar is de rook, hè? De smoke bedoel ik. Yes. De rook, smoke. Oké, yes. Ja, goed zo. Ja, maar hij wordt niet focussen. Nu geraakt door het gas, zolang hij in het ijs zit. Ja, nu wel. Yeah, let's go. Ja. Goed zo. Let's go! Ja, tactisch hoor. Dat was goed. Jullie doen het heel goed. Kut gorilla, meteen knock-out. En ik loop meteen weer van de map af. Oh. Zo ben ik dan ook dat wel Dat was weer. Niet de bedoeling.
Jezus, ik word vastgepakt door geel en nu gaat die blauwe mij eraf rachen. What the heck? Kom op, Joey. Goed zo. Oh. Ik heb een boze baviaan achter me aan. Gorilla. Oh, ja. Oeh. Nee! Oh, die kat is weer teruggekomen. Ja, team blauw die is weer aan het klooien. Ik ging voor de vis staan. Hey, jij ook hier. Oh. Thanks. Nee, ik weet niet. Ja, ik was ook basically dood. Je gebruikte mij als... opstapje. En toen Team Blauw gaat dit winnen als Team Blauw wint van Joey. Als Team Blauw wint van Geel en Rood, dan winnen hun de match. Ineens komt een hondje weer van boven. Ik heb helemaal niet gekeken naar de globale camera. Ja, die hond komt ineens weer naar beneden. Ik heb die gorilla, Joey, met mijn bom. Ja, gooi hem daar. Ja, 1, 2, boom! Ja, je hebt die gorilla! Je hebt die gorilla. Oh, hij springt weer omhoog. Hij heeft nog genoeg. Ik heb vis. Oh, kut. Oh, hij springt weer. Ja. Probeer vis. Ik heb geen vis. Ik wel! Ja, goed zo. Ik heb hem. Ja, he dead. Die big boy gaat ook dood zometeen, want die zit echt in de smoke, bijna. Oh, Joey, pas op. Oh, Joey. Kan niet. Ja, dat was op zijn hoofd, volgens mij. Ik hoorde keihard blop. Ja. Maar betekent wel dat de wedstrijd nog doorgaat. We gaan nog alle kanten op. Schoppen, slaan en kopstoten. Goed. Oké, dus die hond die gaat daarboven. Dus als iemand dood is, gewoon meteen die hond slaan. Ik heb de blauwe kat doodgemaakt. Kut. De lolly lukte me niet. Want er is hier gewoon iemand helemaal boven. Ja, weer. Ze gaan allemaal naar boven nu. Oh. Die hond, oh, ja. Kut. Oh, kut. Ik ben dood gegaan omdat mijn voetjes niet zo sterk waren. Oh, sorry. Oké, back in the game. Back in the game, zegt hij. Oeh. Here we go. Oh, shit. Gaat goed. Laat hem los. Die gorilla is goed hoor, die blauwe. Ja, die is heel goed. Die doggo is dood, denk je? Nee, denk het niet. Ah! Iemand gooit nu. Of is doggo wel dood? Nee. Doggo leeft nog. Oh! Godverdomme! Huh? Niet mij! Oh, ik ben dood. Ik brak ineens mijn nek. Het gaat tussen Joey en mij en mijn teamgenoot, denk ik. Ja, oh, het gaat tussen Joey en mij. Met de shovel op zijn kont. Hij ging echt precies tegen zijn bibs aan, man. Nou, als je het Latin-style wil hebben, dan was dat echt precies Latin-style. That was pretty... Oh my god. Hij zegt, come give me a kiss. En daarom pakt hij mij vast. What the fuck, die haai die heeft een t-shirt. Dat ben ik. Oh, dat ben jij. Ik ben de haai. Met het hartjes t-shirt, ja. Ja, dat ben ik. Die is schattig, toch? Dat is zo schattig, maar zijn body zit eronder. Ja. Oeh, dit is allemaal voetbalstijl. Welke wil je doen? Oh. Soccer. Dan gaan we voetballen. Dan horen we allemaal bij hetzelfde team. Maar je hoorde sowieso bij alle drie bij hetzelfde team. Ik ben benieuwd hoor. Want ik sloeg echt heel hard. En daarom ging hij zo hoog. Omdat je dan met vol stamina schiet. En natuurlijk een beetje verspreiden. Eerste drie goals wint. Oh, ik kan dit echt voor eeuwig doen. Ik vind dat zo leuk dit. Oh man. Ja, ik ook. Maar het is alweer 2:30. Ja. If you wanna quit, gewoon zeg. Ja, I know. Mijn wekker gaat 9:00, dus valt nog mee. Oeh, netjes die guy. Onze random teammate ziet er goed uit tot nu toe.
Even kijken wat hun doen. Au. Wow! Ja, ik had hem. Goed. Ik hou hem centraal. Zo! Naar jou, lieverd. Hoi, yo. Ja, ik paaste hem. Je kan echt gaan pasen hier, hoor. Je kan deze echt netjes spelen met passing en al. Oeh. We hebben Roy Alex of zo. Ja, ja, ja. Die hebben wij. Wow! De jump kick. Die deed ook goede zaken. Er is ook een hond genaamd Big Boy die ons gewoon wil pakken. Ja, dat is diezelfde hond als vorige ronde. Ik heb hem, Joey. Ik heb hem. Ja, 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 go, go, go. Jump kick. En, oh, misschien Robin. Een mooie jump kick, though. Ik sta vrij. Ik sta voor. Als je me een beetje zijwaarts kan krijgen. Ik ben ook oud. Ik ben een dode vis in de hoek. Ja, goed. Ja, ja, ja. Lekker, Joey. Dat was ik. Maar die laatste niet, toch? Jawel. Die hit bij goal was ik. Wie is jou... Hoe zie jij eruit dan? Ik ben blauw Shiba. Hachi-hond nog steeds? Ja. Nou. Ik dacht dat ik een tijger dat zag doen. Heb je wat vaker vandaag. Maar kan gebeuren. Oh, goeie. Goeie. Jumpkick misschien. Je hebt een kleine time-out nadat je zo'n dubbele rol doet. Dan heb je een kleine time-out door je uithoudingsvermogen. Oh! Dit wordt spannend, hoor. Ik heb hem. Ja. Oh, hond, die stopt hem heel goed. Oh. Shit. Netjes. Of was dat een goede aanleg, wou ik zeggen, maar het valt mee. Komt-ie! Nee, komt niet! We slaan elkaar in elkaar. Oké, ik laat hem gewoon. Oh, shit. Ja, nu ligt hij voor. Oeh, dikke jump kicks voor de fans. Let's go! Ja, ja, ja! Wobbly Fert! Ah, ik raak hem, ja! Ja, hè? Zo, werd tijd. Oh, wat een paas van Joey, zeg. Holy shit. En ik sloeg een beetje de verkeerde kant op, omdat ik mijn poppetje niet goed gepositioneerd had. Maar daarna kon ik hem nog slaan. En inderdaad, Joey is gewoon all-out Saudi-Arabië-competitie-stijl met zijn skin. Oh. Daar liggen we allemaal. Oh, ik ben weer down. Ik ben gejumpkicked door een gorilla. Dus jullie moeten het even oplossen met z'n tweeën. Daar hebben we Robin. Zo, wat een dribbel. Lionel Messi. Ho, nog een dribbel. Oh, Joey. Oh, ik lieverd heb hem. Is er ook weer. Ik moet even stamina rechargen. Holy shit, dit zit zo goed in elkaar. Oh! Oh! Die kuthond! Pas op, Joey, fuck? Hond. Ik hou hem vast. Je kan ook gewoon mensen vasthouden en proberen weg te drukken. Which I tried. Of jump kicks op mensen doen. Lekker, lieverd. Kom op. Oh! I tried. Kut, ik probeer hem naar Joey te passen. Die past hem wel naar Joey. Kan Joey hem weer terug proberen te passen? Nou, dat maakt niet uit. Dan hebben we alsnog de... Oh! Maar daar ben jij. Kan je hem een goede richting aangeven? Dat kan je zeker. Maar de gorilla... Wow! Toen had hij wel ineens schaduw, die bal. Ah, ik ben door een gorilla gepakt. Ik heb de gorilla te pakken. Hun zijn met z'n drieën. Voor nu even. Gorilla wil revenge op mij. Let's go. Ja! Oh, wat een goede hit. Alleen Joey is down. Want die hebben elkaar genakt.
Zo, jump kick. Wow, wat een pass van Joey. Ik stond alleen net iets te dichtbij. Ik racht hem daar naartoe. Kijken wat hij doet. Oh, dat was mooi. Hij sprong eroverheen en deed daarna de hit. Ja, wij hoeven niet natuurlijk. We staan voor. Oh, jij bent daar. Je hoofd is te groot, zag je dat? Ja. Oh, nee. Oh, net niet. Probeer hem ook nog vast te houden, maar lukte niet. Ja, wij hebben goede teamgenoten ook extra bij. Die hem nu wel even jumpkickt. Zo. Oh. Zo! Die hond! Kom even bij je leg. Jezus, die hond die wil ons. Deze is voor Robin. Wat mooi. Dank je. Nog een minuut. Dan eindigt de wedstrijd lekker sowieso. Joey. Hij gaat nooit voor altijd door. Je hebt altijd een timer. En zoals het er nu voor staat, winnen wij deze wedstrijd met 1-0. Sorry, jumpkick. Joey. Oh shit, we hebben veel... Heb jij Joey? Oh my god. Ik ben stuk, ja. De bal ging over mij heen. Ze gaan ervoor, en ze daardoor... gaan ervoor. Ze gaan ervoor. Nee! Oh, iedereen gaat hier down. Netjes. Weg met die bal. Netjes. Oh. Ja hoor. 2-0 afgemaakt. Dit gaan we sowieso winnen. We hebben niet meer genoeg tijd. Wat een goede voetbalwedstrijd hier, oh. Ik dacht het wordt een kleine 1-0'tje, maar Roy, die weet die gorilla. Zag je die gorilla op die bal heen draaien? Wow. Oh. Oh, nee. Oh, damn. Kan de defense komen van Joey? Nee. De dropkick. Ik denk dat dat beter was geweest, de dropkick. Met driehoekje en kruisje. Ja, ik had die onze teammate. Die ging mij knock-outen. Die deed de hele tijd koppen op mij. Woejo. 6. Dat is beter. 5. 4. Pasie. Oh! Jammer. Jammer. Je moet hem net even chargen, die heavy hit, zeg maar. Dus dat was best wel netjes getimed van Joey. We hadden daar bijna echt een vet, spectaculaire, exotisch doelpunt. Dat was zo amazing. Love dat. Ik op de foto. Joey, samen. Of zo. Ja, ik ben weer een nieuw level. Ik heb weer koekjes. Oh, ik ben level 16 ineens. Die ga ik ook opslaan in mijn album. Ik vind dat zo leuk, die fotootjes. Ik word een partij aangerand. Nou echt hoor. Dat is ook een beetje Amerika-voetbal erin. Oh my god. Ik heb tranen in mijn ogen daarvan. Love dat. Echt zo erg. Ik doe er nog eentje. Erg. Dan denk ik dat ik naar bed toe moet straks. Is goed. Into the game. Dat hebben we nog nooit gedaan. Dikke e-sports arena. Ik heb geen idee. Catch coins and diamonds in the arcade machine to earn points. What the fuck? Je moet achter een arcade machine en daar moet je muntjes verzamelen. Maar mensen kunnen je van de arcadekast afbeuken. Denk ik. Dat denk ik. Dat of mensen moet je om en om? Ik denk dat mensen je van de arcadekast af kunnen beuken. Maar ik weet het niet zeker. Jeetje man, wat een creatieve spelletjes allemaal. Terwijl, terwijl dat voetbalspel bijvoorbeeld op zich, dat kan ik ook uren doen gewoon. En te oefenen om leuke positiespellen te doen en beter te richten en zo. Dat alleen al zou ik amazing vinden. Maar je hebt er gewoon 20 van die coole dingen. Niet normaal. Ja, één iemand moet erachter denk ik. En dan moet die andere moet inderdaad beschermen. Ja. Oh ja, sorry Joey. We horen bij elkaar. Oh! Oh shit! Dan krijgt hij een protectie voor zoveel tijd, zo te zien. En dan mag je wel weer hem eraf halen. Ja. Nou, hier kan niemand. Echt letterlijk Nee, ik wou net zeggen. Hier. Dit lijkt me heel moeilijk. Oh, maar je kan ook gewoon als team rood op de blauwe. Ja. Oh, damn. Kut, ik ben eraf.
En oh, ik ook. Blauw kan je op rood. Ja, je moet gewoon vastpakken, ingedrukt houden. En als je denkt je... Oké. Okay. Shit. Huh? Lukt me niet. Oh, bijna. Zo close was ik. Ik was zo close. Shit, hij mag. Hij mag weer. Hij mag weer. Mag ik, please? Ja, go Joey, go Joey. Oh, nee. Hij mag ook weer. Team Blauw, pak meer muntjes. Dan heb je een soort spawn protectie voor een while. Ja, ja, dit is goed. Nee, dat is van ons team. Dat was van ons team, Joey. Oh, I tried. Net niet weer. Wat? Ja, ik heb die. Ja, go, go, go. Oh, Joey is ook down. Hij lag zo. Nee! Hij mag weer. Hij is weer aan het gamen. Hij mag weer gamen. Ik hou hem vast. Ja, Joey mag nu ook. Nee, niet! What the heck? Nee! Hij mag! Oh, man. Ik verneuk het de hele tijd. Ik heb hem. Ja. Ja, go, Joey. Damn. Maar betekent dat niet dat je punten pakt dan voor dat andere team? Is dat zo? Nou ja, het is wel gewoon de blauwe machine en een blauwe character die je speelt. Oh, als je die bom pakt voor team blauw... Zit er dan punten? Een timeout op of zo? Ik heb geen idee. Dan moet ik even zien of dat balkje dan beter wordt. Blauw is wel minder. Blauw was voller. Fuck. Ik en Joey zitten elkaar zo hard eraan. Nee! Ja, dat weet ik dus nog niet. Dan moet ik even goed gaan kijken. Ja, yeah, ja, yeah, go, go, go. Let's go. Volgens mij neem je muntjes dan af of zo. Want de blauwe balkje is minder geworden nu. Ja, en rood gaat keihard. Oh, Joey had hem vast. Oh, sorry Joey. Oh my god, stom van mij. Ja, nu hadden hun ook veel muntjes bij die. Nee. Dus is het misschien dat als je... Oh, ik ben zo stom. Lau gaat weer wat punten pakken. Goed zo. Oh, mijn controller stopt ermee. Nee! Dat is goed. Is het dan als je bommetjes pakt of zo aan hun kant of als je muntjes pakt? Holy shit. Go, Joey. Ja, Joey die zorgt voor minder muntjes als hij de bommetjes raakt. Ja, je moet daar geen muntjes halen, Joey. Denk ik. Ik zorg voor meer aan onze kant. Ik denk dat je bommen juist moet raken dan. Want dan gaat het er vanaf, de balkjes. Want ik zag het blauwe balkje flink vergroot. Toen Joey daar muntjes had. Ik denk dat je daar juist kan saboteren door de bommetjes juist te raken. Door te verliezen. Konijn. Wojo. Ik haat dat konijn van de tegenpartij. Ik keek ook aan de tegenpartij. Aan de andere kant of een blauwe ermee bezig was. Maar volgens mij niet. Jezus, Spidermonkey. Nee, wij zijn hier constant met z'n rooien. Als ja, daarom. Bezig. Dus dan is het wel... ja, ik heb hem. Die rooien, die komen bijna... Of die blauwe, die komen hier bijna nooit aan boord. Ja, dan is bommetjes daar. Alleen, je krijgt geen protectie als je het wil stelen. Dat is wel zo eerlijk. I like the game mode, maar mensen moeten dat even gaan snappen dan eerst. Maar we laten hun in ieder geval niet hun ding doen. Oh, net niet. Ik kon net niet meehelpen. Oh.
Joey in zijn bathtub Garfield outfit. Fucking droog. Oh, nunchuck guy. Oh, wat? Ik wou de nunchuck guy. Pak ik. Huh. Oh, shit. Ah, net te laat. I'm sorry, Joey. Maar we hebben nog een minuut en we doen dit perfect. We houden ze goed bezig. En dan moet ze alsnog de muntjes moeten ze verzamelen. En wie weet raken hun wel de bommen. Nee, het is letterlijk alleen maar rood aan deze kant die aan het spelen is. Ja, maar daarom zeg ik. Maar dan kan je nog wel bommen raken op het moment dat je... Oh, sorry. Dat je op die ding zit. Oh, bijna. Oh. Ik haal hem Let's bijna. Let's go, lieverd. Nee, ik moet nog 1 munt of zo. Oh, nou, kut, wij hebben aan deze kant meer gespeeld dan de... Ah, shit. Even... Zij maken nu muntjes. Ja. Let's go! Goed gedaan, lieverd. Wij hebben meer de blauwe arcade machine gespeeld dan het blauwe team. Ja, nou, het blauwe team heeft bij ons ook niet gespeeld. Pakte net een bom, ging vet veel vanaf bij blauw. Ja, ik denk dat als je dan achter hun kast gaat en dan krijg je dus geen protectie voor een tijdje. En je raakt een bom, dat je dan het dus kan stelen en van hun af kan halen. En muntjes, dat doet alsnog dingen. Nog eentje dan. Let's go. Dan ben ik level 17. Let's go. Maar daarna moet ik echt naar bed. Ja, ik heb dan 2 uur gestreamd. Dat is ook laat. En ik word hier heel luid van en zo. Gaan we het treintje doen? Yes. Ben benieuwd of het met betere tegenstanders is. En Joey pakte net een bom en er ging vet veel vanaf bij blauw. Oh ja, dat had ik net gezegd. Ik dacht dat je een bom in de wereld pakte, zeg maar. Dat iedereen wegvloog. Want ik zag iemand wel een bom bij ons neerleggen. En toen ging iedereen boem. Dat is ook slim. Dus je speelde gewoon Mario of zo. Want ik heb er weinig van gezien, lieverd. Gewoon lopen met een poppetje en muntjes vielen naar beneden. Ja, je loopt. Ja, muntjes, diamanten en bommen vielen uit de lucht. Door een vogel. Ja. Ben je blij dat je computer het aan kan? Ja. Omdat je daar zo bang voor was. Ja, nou, ik heb nog steeds best wel vaak dropped frames, maar... Dat snap ik. Wow, dit is een laggy server. Vooral nu, ja. Ja, dit is lag, hoor. Ik dacht dat het aan mij lag. Nee, dit is server lag. Ik denk dat ze het niet aan kunnen hoeveel mensen dit spelen, man. Wow, ik deed dikke breakdance move. Ja, ze kunnen het niet aan. Dit is de server die op instorten staat. Ik heb hun nog niks laten doen. Fijn. Wij doen wel onze ding hier. Ik kan wel uit die lag. Kom op, Joey. Spring er weer op. Netjes. Zo goede mechanics is dit. Het werkt zo goed voor een physics game. Jezus, jongen. Ik teleport gewoon de hele tijd. Ja, klopt. Oh, kut. Het is wel heel erg, hoor. Ja, ik denk echt dat de servers een meltdown gaan krijgen de komende dag. Dit is weer zo'n indie developer die veel te veel succes heeft, zeg maar. Ja. Joey, jongen. En laten we hopen dat ze een tijdje een indie developer blijven, want... Dat maakt die games altijd zoveel beter, hè, dan dat er een groot bedrijf tussenkomt. Oh, ik ben dood! Zeker. Damn, ik ben dood. Ze gaan nu volop snelheid opbouwen daar. Maar Joey die zorgt voor wat meer juice in onze trein. Wij zijn alleen maar juice aan het doen. Ja, ik spring naar hun. Ze hebben nog hun juice niet in de shit kunnen doen. Alleen door de lag is het een beetje moeilijk hier. Ja, hier ook hoor. Oh! Iemand dropkickt gewoon op mijn hoofd. Joey! Help! Beetje laggy. Joey!
Maar ik denk niet dat de indie developer dan het onderschat. Maar ik denk dat dan, ja, als je mega succes hebt, ja, dan kan het wel eens zo zijn dat je denkt, holy shit, je gaat nooit voor 1 miljoen mensen je serverinfrastructuur maken op het moment dat jij een indie game begint. Oh nee, we staan op handrem en ik ben hier helemaal alleen. Ik heb ook de handrem open bij hun, dus dat betekent gewoon dat we niet vooruit gaan. Iedereen is dood bij ons. Er is helemaal niemand meer. Nou ja, dan kunnen jullie zo meteen doorgaan, want hier is ook niemand om mijn van de handrem af te houden. Knock him out. Goed zo. Niemand die ons hier knocked out. Ik zit hier met Master Kin namelijk. Master Kin, die verdedigt mij met een shovel. Die gaat nu voor de unicorn. En de unicorn heeft mij nu van de handrem af. En ik heb Joey de unicorn. En ik zijn weer in volle gas. Oké, en de unicorn is dood. Hij is met een shovel geraakt, de unicorn. En nu is er hier een vleermuis die down ligt. En die is ook weer dood. Die moet ook weer respawnen. Ik word echt verdedigd door een shovel guy. En iedereen die respawnt hier, ook nu de hond in het zwart. Oh, maar teamgenoot is ook down. Dus ik ben hier straks alleen. Oh, hij heeft nog wel de unicorn weer te pakken. Dus ja, Joey easy. Joey en ik hebben bijna alle kolen erin. Netjes. Joey tegenstander. Huh? Ik ben down. Ik loop er zelf vanaf door een beetje die lag at the moment. Allereerste laggy game. Pas op voor de handrem. Lekker Joey. Lekker Joey. Wajo, we kunnen niet ik eens... Ik heb de laatste. Yes. Lekker Joey. Hun zijn ook nu kolen aan het doen. Wij hebben al onze kolen erin. En we zijn hier met z'n drieën om te verdedigen. Ja, hun hebben ook nu veel kolen erin gedaan. Nou, maar die halen ons nooit meer in. Nee, dat is waar. Maar oh, ik ben weer dood door down te zijn in het vuur. Ze halen je nooit meer in, maar ze zijn wel lekker bezig. Ik ga wel weer die richting op, want ze zijn al die kolen nu aan het doen. Joey, blijf vechten met hem. Nee, ik ga weer dood. Wat dom. Kom door die lek. Maar goed, we winnen makkelijk. Dat is waar. Joey wordt echt tegengehouden even door die vleermuis. Ja, jongen. Yay! Hell yeah. Ondanks de lek, toch gewonnen. Maar inderdaad, dat zal je zal wel eens een aantal van die servers krijgen die het allemaal niet meer aan kunnen. Dat denk ik ook wel, ja. Daaah. Wat de fuck? Je op de bovenkant van mijn hoofd zitten op de foto. Ik lig daar. Je ziet mij nog net liggen. Je ziet je buikje. Ah, mijn buikje. Love that. En Joey weer volledig in frame. Fucking ja. Garfield. Oh my god. Nou, ik kan een dingetje openen, lieverd. Echt? Ja, ik heb weer een coin. Ik had... Here we go. Ook heel veel. Paars of goud, paars of goud, paars of goud. Paars! Ik heb een epic! Oh my god, die heb ik al. Ik heb er 12 kunnen openen. Oh nee. Dark Force Levi. Van alle epics heb ik de Dark Force Levi. Dan krijg ik wel weer wat koekjes. Krijg ik wel wat koekjes. Wat had je kunnen openen? Niks. Ik heb er... Oh ja, ik heb er 12 kunnen openen. Omdat ik zoveel bugs kreeg met de pre-order versie, volgens mij. Oh ja. Maar er zat niet echt iets heel bijzonders in of zo. Er moet genoeg ruimte zijn, hè, voor mij en mijn ego, zegt Joey met die foto. Ja, echt zo. Nou, slaap lekker. Jij ook. Ga je nog door of ga je stoppen? Ik ga nog een potje doen. Oké, is goed.
Hoe heet dit ook weer? Party Animals. Party Panimals. Die treinmap ownen we echt massaal. Ja, echt. Die treinmap zijn we echt goed in. Ja, holy shit. Dit is dus een cross-platform game. En op Steam zitten er nu op launch day in de nacht. Oh my god, kijk die piek. Oh, holy shit, voor zo'n type game. Ojo. Was de piek 104.000 eerder in de middag. 104.174. En nu zitten er alsnog 20.000 man in op niet piekuren. En dat is PC. Dat is echt sick. Dan moet je nog denken, hij is voor de Switch. Hij is ook voor de PlayStation en voor de Xbox. Ja, deze game zit zo goed in elkaar. En iedereen heeft daar natuurlijk social fun. Ik doe er nog één. Doe je mee, Joey? Dan druk ik op start match. En slaap lekker, lieverd. Reken ik je zo nog? Of ja hoor. If you would like. Ja. Dankjewel voor de fun times. Jij dankjewel dat je dit ging streamen. Jij dankjewel dat je meedoet. En ik ben blij dat je computer het Sammy aan kan. Ja, ik ook. Hij kan het in ieder geval genoeg aan dat je leuk kan spelen. Ja, thanks for games. Ik hoop dat het good laughs heeft gebracht. In ieder geval veel clipjes. Ja, zeker. Echt leuk. Bye bye! Bye bye, veel plezier oh, nog. Oh, what the heck is Broken Arrow? Oh, kut. Ben ik er net niet. Nou ja, maakt niet uit. Maakt succes. Niet uit. Dit is het 2 tegen 2 tegen 2. Dankjewel! Alright Joey, we zitten in hetzelfde team. En dit is weer zo'n 2 tegen 2. Maar ik weet dus niet wat op dit platform verandert. Dat is allemaal voor mij een vraag. We hebben dus nog niet alle 20 gedaan. Ja joh, dat zou ook nog wel even duren. Daarom, voelt wel als een grote game. Ook qua minigames. En grafisch natuurlijk ook mooi aangekleed. Gewoon alles werkt goed. Duimpie. Echt perfect. Ze hebben dat echt perfect in elkaar gezet. Saudi Money is back. Saudi Money ging ook goed. En die vliegen heel veel, hè? Wojo. Deze muziek ook. Kut. Kut, ik hou hem niet goed vast. Nu wel. Oh, precies op het moment dat ik hem goed vasthoud. Wat wordt hier anders aan? Wat gaat hier gebeuren? Oh, dat vliegtuig dat gaat schuin of zo. En wat gebeurt hier? Niks. Dan kan je jou vasthouden ook. Oké, dus er gaat iets gebeuren waar je je vast mee moet houden. Gaat dat ding een nosedive nemen of zo? Bitch! Bitch! Nee! Oh, weer hè? Ik ga down. Weer gewoon. Oh, wat? Oh, frosting! Ah! Door de frosting wordt het plekje steeds kleiner. En dan zou het wel super glad worden daar. Team Groen. Did it. Oh, I like that. Ik vind dit ook wel een mooi platform. Van al die deathmatches vind ik dat een hele fijne. En hij beweegt dus... Ojo. Oh, de nunchuck guy. No way. Hey jongens. You like this? Sorry, Joey. Holy shit. Wojo. Hell yeah. Ik bedoel, hell no. Laat hem met rust. Ik hou er zo van, hè. Dat is echt amazing. Dat is zo... Ja, ik weet niet. Dat kunnen heel weinig games doen, dit.
Want het is echt niet zo'n nutteloze rache dan dat je denkt bij deze game. Oh. Je moet echt letten op je stamina en hoeveel kracht je gebruikt. Ik ben eruit. Verdikke me. Ik zal proberen Joey te helpen. Woejo. Oh. Die boemerang. Hey bitch. Niet Joey. Oh, wel Joey. Shit. Ik had even moeten kijken. Echt zo goed in elkaar. Zo goed gemaakt. Ah, oh, team geel heeft gewonnen, denk ik. Ja. 1-1-1. Joey en ik deden dat beide gewoon. Wee. Ja, ik heb de gorilla. Let's go. Oh. Ik had even last van turbulentie. Ik had last van turbulentie. Mijn TikTok komt echt snel met deze clipjes. Oh. Hoi, joh. Die bom die kwam netjes. Doordat de flaps aangingen. Daar zit je de lelijkste animal zit te vliegen. Oeh, Joey houdt hem vol. Oh, wow, de wind wordt heftig. De frosting komt weer vanaf links. Probeerde de vis te gooien, maar vis... Ja, kan hij hem eraf gooien? Oh, schoppen met kruisje. Oh, nee. Dat is echt, dat komt met time. Oh, ik probeerde hem met de vis te gooien, maar het is moeilijk. Bij deze is het moeilijk om met vissen te gooien. Geel moet niet winnen. Geel moet niet winnen. Oei, joh. Nee! Die gorilla. Holy shit. Ja, geel gaat dit winnen. What the fuck? What the fuck? Oh my god. Oh, groen gaat dit winnen. Nee! Damn. Nu dan. Hij ging op mij zitten... Toen heeft hij, terwijl hij op mij zat, mij gedaan. Wat? Hij leeft ook nog? Oké, ja. Team geel gaat winnen. Als ik dacht dat 2 groen tegen 1 geel, dat wordt hem niet. Maar team geel gaat hem winnen. Oeh. Ja. Daar gaan we. 1, 2. Wee. Oké, dan wil ik er nog één. Dan wil ik er nog één. Dat ging zo snel. Maar team geel was gewoon te goed. Damn it! Die wolf die verdient niet op. Die verdient niet om op de foto te komen. Bitch! Bitch! Joey aan de linkerkant. Ik aan de rechterkant. can't even be mad wanneer je hier verliest. Ik vind dat zo leuk. Oh my goodness. Wat een foto. Oeh, ik wil Ichiban. Omdat ik dan met Joey in een team wil winnen. Ik wil een deadmatch winnen. Niet een teamgame, want dan hebben we 2 randoms. De rest was teamgames met 2 randoms. But we need to win a teamgame. Zou cool zijn. Wat goed, lieverd. Je kan ook drops verdienen inderdaad. Ik ga dit nog wel vaker streamen uren. Dus je kan hier ook altijd drops verdienen van de game. There we go. Alright. We know this one. Joey kent deze nu ook. Hij heeft hem al een keer gespeeld. En dan is blijven oefenen. Oh, nee, nee, nee. Bitch. Oké, wij zijn team rood. Oh, team blauw wil revenge. Team blauw wil revenge. Oh. Team blauw wil revenge. Goed gedodged. Ah, team blauw wordt moeilijk om te verslaan. Dat zie ik nu al. Ik heb mezelf verneukt. Sorry.
Ja, ik heb mezelf verneukt. Ik had daar moeten blijven. Maar ik wou die bom pak. Oh! 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 Gewoon aan de kant waar je niet eraf kan vallen. Goed zo. Dan duurt het veel te lang voordat hij je naar een plek kan brengen. Oh, iedereen die wil niet dat Team Blauw daar wint. Oh god. Stamina-loosheid. Iedereen... Oeh! Zo! Oh, ja! De vis had hem. Joey even op de grond. En daar, hij leeft. Hij leeft. Hij leeft. Hij houdt zich vast. Oh my god. Dit is the battle of the ages. Oh, goede dodge. Oh, goede dodge. Oh, ik kon naar een vis proberen te gooien. Ik moet eigenlijk zo een vis gooien. Met de muis en toetsenbord is beter. Oh, die had een perfecte vis. Kan hij hem rennend en dan vierkantje goed met momentum? Kan hij. En nu moet ik proberen een vis te gooien terwijl hij naar beneden klimt. En dat doet hij. Iedereen gooide een vis op hem. Iedereen gooide een vis op hem. Hij kon niet meer omhoog klimmen. Ik zei naar beneden klimmen, maar dat is een beetje gek. Ik heb de moves van Team Blauw. Die gooi ik meteen. Ik vind dat zo leuk dat dat zo anders voelt. Die guy, jongen. Oh, de moves is weer down. Hoppakee, Team Blauw. Oh, die moes is er weer. Hij wil mij weer. Oh, hij wordt door de Chopstickman gepakt. Fuck. Een banaan wordt er op mij gegooid. Ja, mooi. Volgens mij ook die van Team Groen heel erg. Lekker. Wie dat ook deed. Oh. Fuck. Fuck, 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 fuck. Ja, ja, ja. Boom. Let's go. Oh, ik ben pro. Ik ben pro. Nee. Nee. Ah, ik ga nu down. Ja, ik ga down. Oh. Nee, ik leef nog. Oh. Ik heb geen stamina. Ik heb geen aanhangsvermogen. Let's go. Oeh. Hij komt nog terug. Iemand moet een vis gooien nu op hem. Ik hoop dat iemand een vis over... Oh, mis. Oh, hij pakte de vis. What the heck? Hij leeft nog steeds. Nee! Iemand die wil mij echt niet, hè? Iemand die wil mij echt niet. Ik heb hem weer. Nee! What the fuck? Bitch! Omdat wij natuurlijk al één punt hebben. Omdat wij natuurlijk al één punt hebben, gaan ze vol voor ons. Waarschijnlijk Team Blauw ook. Want Team Blauw is helemaal bitch. Ja, Team Blauw probeert mij ook te pakken. Ik heb je, Joey. Oh shit, ik val er zelf vanaf. Ja, Team Blauw gaat all out voor mij. Team Blauw gaat all out voor mij. Team Blauw is all out voor mij aan het gaan. Oh, Joey. Zo snel mogelijk. What the fuck? We blijven. Ze pakken elkaar. Ze pakten elkaar. Ja, je kan hem niet aanraken, omdat hij dus ge... Oeh, pan meneer. Goed. Dodge. Kunnen we hier gewoon een clean sweep van maken? Oh, ik heb die guy... Oh, nee. Oh shit, oh shit. Ja, dit is goed. Hou die bom daar. Hou die bom daar. Boom, daar gaan ze. Ja, oh, die een houdt zich vast. Die een houdt zich vast. Oh, wat een goeie was dat. Wat een goeie bom. Damn, I tried. Oh, hij leeft nog.
Die moes die leeft zo vaak nog, hè? Oh. Jezus Christus, die moes die heeft... Ik heb nog nooit iemand zoveel pijlen in zijn... Ik kan niet meer... Oh, met die pijlen kan je ook niet meer rollen op een gegeven moment. Let's go, Joey. Ik zag het. Ik moet die pijlen van me af zien te krijgen. En dat lukt. Holy shit, dat lukt ook echt door veel te rollen. Oh nee, Joey is er niet meer. Daar is hij. Let's go. Laten we hem pakken. Ja. Pak jij hem of ik? Samen, nee. Tot niet. Oh, I tried. Fuck. Ja, je hebt hem. Alleen dat is ver weg. Maar je kan hem in de... We hebben al heel veel... Oh, oh! Ja, hij is dood. Hij is dood door het gas. Yes, let's go. Bitch! Hey, let's go. Clean sweep. 3-0-0-0. 3-0-0. Hey. Hey. Wat is dit nou, joh? Verstaan. Let's go. Netjes gedaan. Love that. Oh, man. Ja, dat was hem voor mij voor vandaag. Maar ik ga dit spel nog heel veel meer spelen. Oh my god. Ik zit echt met tranen in mijn ogen gewoon, hè. Oh shit. Nee, nee, nee. Cancel. Cancel. Gewenning. Ik heb al 30 uur erin zitten. Oh ja, we hebben altijd extra purses nodig. Is leuk, man. Helemaal als je een party van 4 hebt en je doet die teamgames. Lijkt mij zo leuk, hè. Lijkt mij zo leuk. Hey, thanks for games. Thanks for games. Dat was echt amazing. Ha. Ja, dat is Party Animals. Hij is vandaag uit. En heel populair op Twitch. Heel populair op Steam. Heel populair. En de komende tijd wordt dat superleuk. Ben benieuwd hoe ze dat allemaal gaan bijwerken ook. En zo de game. Laten we hopen dat ze niet zo snel worden overgenomen door een Epic Games of zo. En ja, veel games. Veel minigames. Veel spelletjes in één. Waar je heel goed in kan worden. Waar je echt heel goed in kan worden. Die teamgames ook. Dat is ook zoveel behendigheid komt er alsnog bij kijken. Het is niet alleen maar van... kijk, het is allemaal op physics gebaseerd. Het is echt iets... Hou vast, zeg maar. Wat je alsnog doet met je controller. Waar je heel veel inbreng op hebt. Het is heel veel momentum-based. Ook als je swingt. Je swingt eigenlijk als een soort pendulum de hele tijd. Dus als je iemand vast hebt en je draait een beetje... dan en je laat precies los op het pendulum effect, zeg maar. Dan heb je ook meer momentum en zo. Alles is op physics gebaseerd en op power en kracht. En dat speelt zo lekker weg. Ik heb gewoon meteen al zin in meer, maar het is al zo laat. En ik word echt heel luid van deze game, omdat ik daar zo hard om moet lachen. Dus thank you for watching. Het was gezellig. En ja, iedereen... thanks voor de follows. Ook thanks voor de gifts op TikTok. Hoop dat jullie mee hebben kunnen lachen. Slaap lekker als je gaat slapen. En anders nog een hele fijne nacht gewenst. Als je deze nacht nog lekker door gaat nachthuilen. Oh man. Dat is echt een mood boosters. Liefde voor jullie allemaal. Bye bye. Oh my god, de koning wordt opgegeten! Hoe zin je? Even kijken vanuit de ogen van Nien Kerpers. Wow! What? Het zijn niet echt veel mensen, hè? Oh, Jesus. Jongen, je schiet je van. Ik ga dit doen.
Oh! Wat? Ik zag een tank vliegen! Dat was toch awesome? Timo, hoe snel kan je de ketting van die BMX'en terug opleggen, denk je? Ja. Goed antwoord, ja. Ik heb wel ammo, maar ik heb geen ammo. Ik zie hem weglopen. Wat? What the fuck? What the fuck? Hij klom heel hard. Oh shit, ze komen. Hele tijd stil, ineens zie je. Oh my god, zoveel gasten uit de bossen! Put your gun over the bridge, Sergeant! Oh, je zet Piet. Uh-oh. Oh, hij komt wel. Loris, get out! Au, 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 au. Die animatie, please! What? Am I doing it? Am I doing it? Ah, ik drifte, maar toen ging ik de... Gewoon deze race zelf winnen en het kampioenschap nog meer koud. Wat gebeurt er? Ik donate €3. Yo, jouw matje gaat tekeer, maar je hebt je ogen dicht. Ja. Je hebt je ogen dicht! Hoi. Oh. Pas op voordat je het doors. What the hell? Daar gebeurt het niet op mijn scherm. What the hell? Meneer, kan ik u helpen? Meneer. Hey, wat bent u aan het doen? Moet ik voor u staan? Ja! Dat hielp ook nog. Wat? Wat doe ik? Waar ben ik? Ah, wat? Huh? Wat ben ik? Ja, Rijnbouw! Het is een spelletje! Oh. Oh shit! Hoe kreeg je dat voor? Dat is insane! Hoe kunnen ze dat opgestoken? Oh! Ik heb hem gedownd met mijn flare gun! Relax, jongen! Oh! Oh! Maar folks, hey! Nee. Wat? Wat? Nee. Wat? Au. Dan sla ik mezelf tegen mijn eigen headset.